Goedemiddag vanaf de Jaap Edebaan in Amsterdam bij het WK Schaatsen voor Studenten. Een heel mooi en groot evenement. Naast mij staat Feike Bierman. Yes. We hebben elkaar nog niet zo lang gesproken, Feike, want je kwam hier net aan. Ja, je mag jezelf even kort introduceren. Je bent de co-commentator vandaag, maar je zit helemaal in het schaatsen. Ja, ik heb 12 jaar lang topsport gedaan. Eigenlijk al 3 jaar geleden heb ik uiteindelijk bij het Gewest Zuid op hoog niveau geschaat. Ja, en Gewest Zuid, dat is dan een, ja, je moet eigenlijk een talentencentrum. Zo, precies, je moet eigenlijk zo voor je zien. Bij de jeugd is het opgedeeld in gewesten. En die gewesten zijn een beetje afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid schaatsers. Mm-hmm. Dus een groot gewest is bijvoorbeeld Friesland. Maar ook Noord-Holland en Zuid-Holland. Ja, maar bijvoorbeeld van Friesland, een aantal die doen er ook mee vandaag. Ja, precies. En Zuid is niet zo heel groot verdeeld, dus wij hebben 3 provincies. Dus we zijn het gewest van Brabant, Zeeland, Limburg. Ja. En je hebt in het verleden heb je ook meegedaan met WK Studenten Schaatsen. Ja, volgens mij was dat 4 jaar geleden dat ik mee heb gedaan. In Kazachstan, hè? In Kazachstan, inderdaad. Ook een open baan. Ontzettend inspirerende omgeving. En een onwijze ervaring. Ja, dat is hier zeker ook. Ik ga je zo meteen nog veel meer vragen stellen, Feike. Goeie achternaam trouwens, Bierman. Zeker met studenten komt dat mooi overeen. Dit is dus een livestream op Facebook van NH. En natuurlijk ook via de site nhsport.nl. Kan je ons volgen. Naast mij dus Feike Bierman. Zelf groot schaatser geweest. Nou, groot wil ik niet zeggen hoor. Nou, je wel fanatiek en toch al een redelijk niveau. Ik heb wel aardig meegedaan, ja. Ja. En mijn naam is Erik Jan Brinkman. En vandaag gaat er het een en ander gebeuren. Eigenlijk de hele week. Vandaag beginnen we zo meteen met de 3000 meter voor de vrouwen. Vervolgens de 5000 meter voor de mannen. Dan hebben we toch denk ik ook daarna een hele mooie afstand. 500 meter voor zowel de dames als de heren. En morgenmiddag zijn er weer een aantal afstanden. Morgenavond, woensdagavond. En dan donderdag en vrijdag. Dus de hele week staat hier op de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost in het teken van het WK Schaatsen voor studenten. Om even de deelnemers erbij te pakken. Een kleine 70 deelnemers. Een aantal afmeldingen, Feike. Ja, dat heeft te maken met het virus. Er wordt niet anders over gesproken. Nou, dat was wel grappig net. Want we zijn wel gewoon handen aan het geven met iedereen. Ja, precies. Het werd niet geadviseerd door onze president, Mark Rutte. Maar we doen het wel. We doen het wel. Ja, ik denk dat wij Nederlanders er toch wat nuchterder in zijn. Ja, denk jij erover na? Ik denk er niet heel erg over na, moet ik zeggen. Maar het was wel grappig. Ik ben eergisteren ben ik in het hotel geweest. Dus alle schaatsers hier, die zitten in een hotel. Met alle coaches. Ook de hele Nederlandse delegatie. Ze moeten ook in een hotel, hè? Ja, precies. Ja. Maar ze zitten dus ook allemaal samen. Dus ontbijten, lunchen en eten s'avonds ook samen. Mm-hmm. En het grappige is dat... het jammer is dat dus een heel aantal ploegen zich hebben teruggetrokken. Vanwege het virus. Dus China onder andere. Ja, volgens mij ook een deel van de Italianen. Eén dame, Linda Rossi. Dat was trouwens ook maar... moet ik even nadenken, in ieder geval bij de dames was er maar 1 deelnemster uit Italië. Mm. Linda Rossi heeft zich teruggetrokken onlangs, een paar dagen geleden. En een scheidsrechter uit Italië mocht ook niet het land uit. Voor de rest uit Mongolië 3 deelnemers. Al is daar, begreep ik, nog geen coronabesmetting. Maar uit voorzorg. Maar dat zegt misschien ook wel dat daar nog geen besmetting is. Ja, dat een reden kan zijn. Heel even tussendoor voor de luisteraars en kijkers... van Facebook en de site van NH Sport. We praten nog niet over het schaatsen, omdat er nog geen schaatsers zijn. Nee. We zouden volgens mij over 1 minuut gaan we beginnen. En we beginnen zo meteen dus met de 3000 meter voor de dames. En we zouden beginnen met... Eens even kijken op Anne-Marie Lindqvist uit Zweden. En uit Estland, Tuuli Vaherma. Yes. Volgens mij zijn ze nog aan het... warm rijden. Tenminste, ik zie daar inderdaad nog warm rijden. En dat is misschien maar goed ook, want het weer is lekker Nederlands. Er staat een licht windje, heb ik net gemerkt op de fiets. En daarnaast is het toch wel een beetje aan het regenen. Het is zeker aan het regenen. Ja, dat blijft wel in ieder geval tot het einde van de middag zo. Ja, nou voor ons, voor de kijkers natuurlijk heel mooi, maar voor hun wat minder. Ja, wij zitten in een soort van hokje. Wij zitten wel droog en dat is wel wat prettiger. Oh, we zien nu trouwens op ons scherm dat de eerste rijders klaar zijn. Ja, en zo te zien is alleen de Zweedse aan de start. Ja, dat is wel opvallend. Anne-Marie Lindqvist, ja, wij kunnen dat niet helemaal goed zien vanuit onze positie, maar we zien het nu wel in beeld inderdaad. Dat is Anne-Marie Lindqvist, die is klaar. Nou, je ziet het ook op het ijs, het regent toch behoorlijk. We gaan zo meteen even verder praten over het coronavirus en dergelijke. Hebben we nogal tijd voor 3000 meter. Deze Anne-Marie Lindqvist is een 22-jarige student uit Zweden. Heeft er al een persoonlijk record van 4 minuten 53 en 79 honderdste. En Tuuli Vaher zien wij dus nog niet. En die zou eigenlijk de tegenstander zijn van haar. Ja, het zou goed kunnen dat ze niet aan de start is verschenen. Nou, we hebben iemand van de organisatie naast ons staan. Die kan het ons vast even vertellen.
Oh, die is net teruggetrokken met als reden? De reden is onbekend. Dus Anne-Marie Lindquist is nu vertrokken. Het is ook het begin van het WK schaatsen voor studenten. Maar ze heeft dus geen tegenstand. Het lijkt me lastig. Nou, het is zeker lastig. En het is eigenlijk dubbel pech voor haar. Want ik zie dat we in kwartetten rijden. Wat betekent dat we dus eigenlijk op het moment dat beide paren gestart zijn, dat we met z'n vier in de baan zijn. Maar niet voor Anne-Marie Lindquist. Die is in de eentje. Nee, ja, dat, maar kan je eens vertellen? Jij als schaatser weet dat van... Hoe lastig dat kan zijn? Ja, nou ja, je hebt inderdaad, zeker op die lange afstanden kan je best veel hebben aan een tegenstander. Het is er natuurlijk puur van afhankelijk of die een beetje op dezelfde manier rijdt. Zeker bij zo'n 3 kilometer zijn er verschillende manieren om hem op te bouwen. Mm-hmm. Je hebt mensen die vrij vlot van start gaan en dan langzaamaan hem zo lang mogelijk proberen vast te houden. Maar je hebt ook mensen die enigszins trager van start gaan en hem dan eigenlijk vrij vlak houden of zelfs kunnen afbouwen. Mm-hmm. En het is afhankelijk van je tegenstander of je daar dan ook wat aan kan hebben. Maar zeker als je bij elkaar in de buurt blijft, dan zal je merken dat je op de kruisingen toch wel eventjes erachter kan hangen. En dat je elkaar ook qua snelheid kan oppeppen. Ja, en zeker ook als je achter elkaar kan zitten bij de kruising, dat je natuurlijk een beetje uit elkaars wind blijft. Ja, precies. Zeker bij een buitenbaan als dit. Dit is dus 3000 meter. We hebben in totaal 8 ritten, je had het net al. Over kwartetten. Kun je dat even uitleggen wat dat precies is? Ja, dus zoals je ziet is Anne-Marie Lindquist met de witte band van start gegaan. Dat betekent dat je aan de binnenbaan start. Mm-hmm. En normaal is het zo dat je eigenlijk op alle grote toernooien alleen in enkele paren gaat. Wat betekent dat je dus alleen je tegenstander hebt. Maar vandaag is ervoor gekozen om in kwartetten te starten. En dat zijn de meeste schaatsers ook wel gewend. Want op de trainingswedstrijden dan rij je vaak ook in kwartetten. En dat betekent eigenlijk dat nadat het eerste paar van start is gegaan. Dat de scheidsrechter even wacht totdat ze halverwege ongeveer zijn. En dan wordt het tweede paar van het kwartet wordt weggeschoten. Waardoor je dus uiteindelijk met z'n vier in de baan rijdt. Ja, volgens mij is dat niet het geval bij deze. Want ik zie je bij de tweede rit. Ik zei net 8 ritten, maar de tweede rit staan geen deelnemers erbij. Dus volgens mij gaat Anne-Marie Lindquist die 3000 meter helemaal alleen doen. Precies, dat is ook net wat ik bedoelde inderdaad. Lindquist die heeft dubbele pech. Omdat ze dus ook geen ander paar in de baan heeft staan. Nee, inderdaad. Laten we even teruggaan naar het coronavirus. Want daar hadden we het net over. 9 deelnemers uit China die er niet bij zijn. 3 uit Mongolië en Italië hebben we dan genoemd. En wat jij net ook vertelde, dat was toch... jij vond het wel opvallend in het hotel dat ze wel allemaal dicht bij elkaar zaten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, je moet eigenlijk zo voor je zien dat eigenlijk zoals in een normaal hotel, dat iedereen op dezelfde plek aan het eten is. Mm-hmm. En dit is altijd wel een ontzettend leuk beeld. En ik vond het ook altijd vanuit mijn eigen ervaring vrij gezellig om met z'n allen aan het ontbijt te zitten en de lunch en het avondeten. Het is echt een best wel een groepsgevoel die hele week. Mm-hmm. Maar niet erg handig voor het corona gebeuren. Nee, dus volgens mij op het moment dat je uit een risicogeval komt, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen. En wat ze doen is, dan gaan ze dagelijks de temperatuur opnemen. Ja, maar ze moesten al bij aankomst op Schiphol moesten ze dan formulieren invullen. En dan werd er al gekeken van of ze inderdaad uit een risicogebied komen, ja of nee. En zowel als dat ja is, dan word je eigenlijk de hele week in de gaten gehouden op symptomen. Terug naar de race, Anne-Marie Lindquist. Wat is het niveau van het studentenschaatsen? We hebben natuurlijk Esmee Visser, Olympisch kampioen, dat is wel de blik vangen. Maar het overige niveau? Ik denk dat het is best uiteenlopend. Dus ze hebben het ingedeeld op tijden. Wat betekent dat de snelste schaatsers aan het einde zitten. Anne-Marie Lindquist die is toch wel in de PR zo'n 50 seconden langzamer of bijna een minuut langzamer dan de snelste. En dat is Esmee Visser. Dus je kan wel stellen dat het niveau uiteenlopend is. Dat neemt niet weg dat ze goed bezig is. De vorige ronde was ze met een seconde versneld. Die heeft ze nu weer terug laten zakken naar rondje 43. Mm-hmm. Dus dat is aardig. Maar het is geen favoriet voor de eindzegen. Dit is geen favoriet voor de eindzegen. Nee. Ik denk wel dat er vandaag baanrecords worden verbroken, ondanks de minder omstandigheden, want die staan er al een behoorlijk tijdje. Als we even kijken naar het baanrecord van hier, dus van de Jaap Edebaan van de 3000. Bij de dames is Rosa Blokker uit 2014, 4:26:51. Ja, normaal gesproken denk ik dat Esmee Visser daar wel aan moet komen, ook in deze omstandigheden. Ja, Esmee Visser komt trouwens in actie in de 7e rit. We zitten nu in de 1e rit, je kijkt naar een livestream van NH Sport op Facebook en op de site. Het WK voor studenten hier op de Jaap Edebaan. En naast mij staat Fijke Bierman. En mijn naam is Erik Brinkman. En wij verzorgen het commentaar in ieder geval bij deze ritten van de 3000 meter voor de dames. We hoorden net de bel. Ja, dat betekent de laatste ronde. Dat gaat alweer snel. Ja. Eens even kijken of zij wat aan haar tijden kan doen.
richting haar persoonlijke record. Nou, dat gaat ze denk ik niet halen. Want daar zit ze nu net boven en ze moet nog een halve ronde. Maar ik denk ook, ik ben ook heel erg benieuwd wat de schaatsers hier kunnen. Want het is natuurlijk heel anders dan als je op een binnenbaan rijdt. Mm-hmm. Met snel ijs met vol publiek. Dat speelt natuurlijk ook mee. En nu, er is toch nog niet heel erg veel publiek. Dat hangt waarschijnlijk ook samen met het weer. Het regent, het waait. En dat is natuurlijk ook wel de charme van zo'n baan. Maar tegelijkertijd doet dat de tijden niet ten goed. Nee. Lindqvist is nu binnengekomen in 5:21:60. 5:21:60 gaan we noteren. De eerste deelnemster dus aan het WK Studenten schaatsen. 5:21:60. En dan ze moest ze dus alleen doen omdat haar tegenstandse Tuuli Vaher uit Estland, die had zich om onbekende redenen net voor de race afgemeld. En dan gaan we zo meteen naar de volgende rit. Bekende voor jou wellicht uit Polen, Karolina Gascheka en Jekaterina Gorzeleva uit Rusland. Zeg jou dat iets? Nee, dit zijn onbekende schaatsers voor mij. Ja. En dat komt waarschijnlijk ook omdat het natuurlijk een studententoernooi is. Mm-hmm. Dus ja, de absolute top. Er zijn er maar zelf een aantal die daarvan meedoen. Ja. En daar is Esmee Visser er één van. Ja, Esmee Visser, Sanne in het Hof. Weer heel even terug naar het kwartet. Dus we hebben nu de eerste twee deelnemers, Gascheka en Gorzeleva. En dan zometeen Kesnenen en Terpening uit Amerika die dan in actie komen. Is dit een valse stad, Feike? Ik zat even niet op te letten. Je zat niet op te letten, ja. Nee. Ze zaten in de stadhouding, maar volgens mij... Ik neem het aan van wel. En als het goed is, kan je dat ook zien doordat er een vlaggetje wordt. Het wordt niet laten zien. Gorzeleva... 19-jarige studenten uit Rusland. En Gascheka, een studenten uit Polen. Ja, ze zijn vertrokken. De snelste PR is er voor Gascheka met 4:14:28. En ruim 2 seconden is Gorzeleva uit Rusland langzamer. Die zijn dus vertrokken voor hun eerste ronde. Kijk, nu blijven ze nog relatief bij elkaar. Dus de volgende kruising zal de Rus in ieder geval wel wat aan de pol kunnen hebben. Wat is belangrijk bij zo'n 3000 meter? Het hangt er helemaal vanaf wat voor schaatser je bent. En dat je dus eigenlijk ook het beste weet wat voor schaatser je bent. Want op het moment dat je van jezelf weet dat je moe gaat worden aan het einde, dan kan het wel goed zijn om je zeker de eerste 2-3 rondes... iets wat te temperen, mm-hmm. Maar weet je dat je toch wel door blijft gaan, dan en zo'n schaatser was ik zelf, dan moest je echt wel je best doen om even een goede lage eerste ronde neer te zetten. Mm-hmm. En de tijden zijn in ieder geval een stukje harder, dus Gascheka die heeft een 35er neergezet en Gorzeleva een 37er, wat dan waarschijnlijk gaat betekenen dat ze niet ontzettend veel aan elkaar gaan hebben de rest van de wedstrijd. Maar ondertussen zijn de andere twee ook al gestart, Kesnenen en Terpening. Ja, dat klopt, ja. Dus want jij zei net eerder van dat ze dan halverwege de race starten, maar... Nee, halverwege de baan. Halverwege de baan, ja. Halverwege het eerste rondje starten ze. Ja. Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval dat er in ieder geval ongeveer 200 meter tussen zit. Mm-hmm. Maar wat je dus kan gaan zien is als er grote snelheidsverschillen zitten, dat ze elkaar ook nog gaan inhalen. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel een voordeel dat je ergens naartoe kan werken. Op zich is dat wel in je voordeel, ja. Ja. Wat niet echt in het voordeel is, zijn de omstandigheden. Dat zeker niet. En wat me ook verbaast is dat Terpening in een Nederlands pak rijdt. Terwijl die... Niet uitkomt voor Nederland. Nee, in ieder geval niet op onze startlijst. Daar staat ze onder Amerikaans. Ja, dat klopt ook, ja. Dus jij wil zeggen dat zij haar pak wellicht is vergeten? Dat zou eventueel kunnen, want ze rijdt toch echt in een Nederlands pak met KPN op de benen. Die overigens sinds... dit weekend gestopt is. Na 10 jaar lang sponsorschap van schaatsport. Kijk, dat pakken we dan ook nog even mee hier op deze dinsdagmiddag vanaf de Jaap Edebaan. Terwijl we nu in beeld zien Gorzeleva en Gascheka. Die zijn net vrij aardige rondetijden. Ja. Oh, je ziet dat de meet het ook niet helemaal doet. En Terpening kreeg geen rondetijd toebedeeld. 38-1 van Gascheka. Gascheka die rijdt al die rijdt een vrij vlak. Die rijdt 37-38ers. En ook Gorzeleva die is nu gestabiliseerd met een 38er. Mm-hmm.
Want we zeiden het al eerder, Gacheca die heeft ook de snelste PR. En er zit ook een behoorlijke schroei met Kesnen en Terpening. 4.14.28 voor Gacheca. Kosheleva, de Russische, die heeft 4.16.57. Kesnenen is 4.37.98, de Zweedse dus. En Terpening, die de Nederlands pak rijdt, maar uitkomt eigenlijk voor Amerika. Die heeft ruim 5 minuten. Dus ja, er zitten wel behoorlijke verschillen tussen. Ja, Kosheleva is wel... Gacheca, de Pool, die is onderweg naar de snelste tussentijd. Mm-hmm. En daarna tegenstander in haar paar. De andere die zitten daar toch nog wel een stukje achter. Het maakt het soms wel lastig om te volgen waar ze zijn met, dat klopt, ja. Met twee paren. Ja, het is wat onoverzichtelijk. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Waarom gebeurt het eigenlijk dat er in kwartet wordt gereden? Omdat het dan wat sneller gaat? Het tempo wat hoger ligt? Ik denk inderdaad vanwege de snelheid. Daar wordt er op die manier vaak voor gekozen. Kijk, ze zijn nu toch wel weer bijna... Oh nee. Ze is nu het andere paar is aan dit inhalen. Ze heeft zojuist... De Pool heeft zojuist Guzmanen ingehaald. De Finn. En ze loopt een halve minuut ongeveer voor op het... Op de tijd van Annemarie Lindquist uit de eerste rit. Ja. Dus dat gaat ze afbreken. Dus de dame in het rode pak. Gacheca. Die pakt zo meteen de eerste plek waarschijnlijk. Op het WK studentenstraat hier op de Jaap Edebaan. Ja. Bezig aan haar laatste ronde van de 3000 meter. Dat is de eerste afstand van vandaag. En zij finisht in de tijd van... 4.44.24, dus ruim onder het eind van Lindquist. Dat geldt eigenlijk ook voor Kosheleva en Kesna. Eigenlijk iedereen duikt daar wel onder. Ja, dus nu is het tweede paar nog bezig met de laatste halve ronde. Ja, die gaan dus voor de derde en de vierde plek. Of de staat. Anna Kesnelen, 4 minutes 31 voor. Kesnelen die wint de rit. Kesnelen met ritten vindt ze in een tijd van 5:15.02. Steeds de langzaamste tijd voor Lindquist. En Terpening. En dat completes de tweede quarter, pair nummer 3 en 4. Ja, we zitten te wachten op de Terpening, maar die zijn we niet... Die is dus uitgevallen. Ja, wij zitten in een hokje aan de zijkant van de baan. Dat is niet altijd even makkelijk om te zien waar ze dan schaatsen op het moment. Maar goed, ze staat ook niet bovenaan. De snelste tijd tot nu toe is van Gacheca, 4.44.24. De volgende... Schaatsen staan alweer klaar en daar hebben we ook zo meteen een Nederlandse bij. Ja, Sanne in het Hof. Sanne in het Hof. Vertel, Feike, wat weet jij van Sanne in het Hof? Nou, Sanne in het Hof die heeft een volgens mij een best goed seizoen achter de rug. Schaatsend in RC Noord en heeft een in het verleden bij de Jumbo-Visma schaatsploeg. Nou, dat wil wel wat zeggen natuurlijk als je bij die ploeg hebt gezeten. Ja, in 2017 is ze derde geworden op het WK Allround voor junioren. Kijk, dat is, zijn geen misselijke resultaten. Nee, zij gaat zo meteen van start. De eerste twee zijn al weg. Dat is Schobe en Tien. Die zijn al vertrokken. En in het hof neemt het over tegen Onodera uit Japan op. En die zijn dus ook nu vertrokken voor hun 3000 meter. 22 en 23 voor... En het eerste paar is keurig. Ik ben benieuwd wat Sanne gaat doen. Ja, die opent in... En dat is zelfs de opening tot nu toe. Dus 21:36. Sanne in het Hof tegenwoordig wonend in Heerenveen. Ze komt oorspronkelijk uit Schalke. Dat is toevallig een plaats waar ik ook nog een keer een jaartje heb gewoond. Dat ligt vlakbij bij Deventer. Het bleek dat ze dit, eerder dit seizoen last had van krulproblemen, maar nu weer helemaal hersteld. Een student van de hogeschool in Groningen, waar ze fysiotherapie studeert.
weet je dat hij in het verleden heeft bij Jumbo-Visma geschaatst. Ja, ze heeft nu best wel een voorsprong op de Japanse. Komt ook door in de snelste tussentijd, 33-94. Dat zijn aardige tijden. Als we kijken, de PR van Sanadhof is 4-7-16 en Onodera, haar tegenstander, is 4-10-46. Er zit niet zo heel veel verschil tussen natuurlijk. Er zit inderdaad niet zo heel erg veel verschil tussen. En als je kijkt naar de seizoenstijden, dan is Onodera zelfs sneller dit jaar. Maar misschien dat de Nederlands wel een voordeel is, omdat ze wel gewend is om op de wat extremere duurzaamheden te rijden. Ja, terwijl zij toch normaal gesproken straat ze in Heerenveen, neem ik aan, veel in 10 af. Ja, maar toch, met die, in zo'n seizoen kom je toch ook wel op veel schaatsbanen in Utrecht, in Haarlem, en dan ook hier in Amsterdam. En dat zijn toch wel qua kwaliteit net wat onderdoen voor Tielhof. Vind je dat dan leuk? Jij persoonlijk, ja, buiten te schaatsen, in de regen en wat minder omstandigheden, op de, toch denk je toch lekker wat warmer op een kunstijsbaan met een dakje. Nee, ja, persoonlijk hou ik wel inderdaad van een dakje, maar het heeft wel zeker zijn charme. Ik bedoel, als je hier naar buiten kijkt, de lampjes staan aan, het ziet er heroïs uit. Het ziet er zeker heroïs uit hier, ja. In het Hof is nog steeds goed bezig, nog steeds 2 seconden onder de tijd van de pols uit de vorige rit. Ik ga checken. Laten we even die andere tweede bijpakken, Schober haalt en ook nu Tien. De paar hiervoor in, de Amerikaanse. Ja, dat is Schober. Ja. En dat is nog wel eens lastig van in paren rijden, want je ziet nu ook dat ze de andere gaat inhalen, namelijk Tien. En dan is het maar net aan de tegenstander wat die doet. De regel is een beetje dat je wel plaats moet maken, maar soms dan weet je dus ook niet wat er van achterkomt. Maar dit is niet ideaal, nu moet ze er omheen. Ja, nu moet ze er inderdaad omheen. Ja. En dat lost ze mooi op. Een voordeel daarvan is dat ze nu heeft ingehaald in de bocht. Daar is meer ruimte, want op het rechte stuk verplaats je natuurlijk over, zijwaarts over de ijsbaan. En dus lastig om in te halen. Ja, je neemt minder ruimte in beslag in de precies, bocht. Precies, ja. Ja. Ze loopt nog verder uit op de tijd van Gaseka uit de vorige ritten. Ik ben nu bijna 4 seconden voor op haar schema. Volgens mij is op dit moment het baanrecord nog niet in gevaar, want ze komt nu ongeveer uit op een tijd onder de 4:40 en het baanrecord staat toch op 4:26, dus er zit nog wel een substantieel gat in. Het kan waarschijnlijk ook wel te maken hebben met een vangrecord. Dat is het baanrecord is in handen van Rosa Blokker, geschaatst in 2014, maar straks in de 7e rit. We zitten nu in rit 5-6, dus daar al, dan krijgen we dus mee vissen. Ja. Daar verwacht ik veel van. Ja, daar verwacht ik ook veel van. Dat is toch mooi, bij de studenten wereldkampioenschappen, dat een Olympisch kampioen meedoet. Ja. Laatste ronde. Laatste ronde voor Sanne. Ze rijdt nog steeds keurige rondetijden, is nu nog aan 38 gegaan. Kijk, en nu wordt het dus echt onoverzichtelijk. En nu moet je wel weten wie waar rijdt. Nu komt de Japanse die tegen Sanne rijdt. Die heeft ook de andere, het andere paar ingehaald. Ja, dat wordt inderdaad wel een beetje een chaos. Maar ik neem aan dat de juryleden en de scheidsrechters, waar er ongeveer 30 van in totaal zijn, heb ik begrepen. Die zullen dat allemaal nauwkeurig in de gaten houden. En we gaan nu kijken naar de finish van Sanne in het Hof. En kijken of ze op met een eindsprint duikt van Kasheka. Ja, dat is zeker onderduik natuurlijk met een 4:37-71 voor de Nederlandse, wonend in Heerenveen, studeert fysiotherapie. Die is binnen en dan zien we denk ik hier haar tegenstander Onodera. Die duikt niet onder de tijd. Even zo snel zien is dat volgens mij, dat is de tweede tijd. Nee, dat is de vierde tijd. Ja, we moeten helemaal zelf even bij meeschrijven en zelf even de ranglijst te maken. Ja, je ziet ook dat tijdswaarneming het lastig heeft, want op het moment dat er wisselingen zijn, hier staat bijvoorbeeld dat Tien nu de snelste tijd heeft gereden, maar dat was natuurlijk niet zo, want die is ingehaald door de paren daarvoor. En dan zie je dat de tijdswaarneming het daar lastig mee heeft. Dat wordt achteraf allemaal wel geregeld. Ja. Ja, kan jij misschien maar even uitleggen hoe het hier aan toe gaat en wat jij ook eigenlijk allemaal hier voor je neus ziet. Ja. Jij noemt dat ogen, hè? Ja, wij zitten precies op de finish. Dus, en bij de finish dan zijn er eigenlijk rode kastjes geplaatst.
Je moet eigenlijk zo voor je zien dat daar volgens mij een lasertje tussen die kastjes staat. En op het moment dat daar een schaatser heen komt, dan stopt de tijd. Of dan stopt de tijd voor een rondetijd. Maar je kan je voorstellen dat op het moment dat er wordt ingehaald, dat dan de volgorde van de schaatsers moet worden veranderd. Anders worden de rondetijden aan de verkeerde schaatsers toebedeeld. En dat is nog wel eens een probleem. Ja, we zien nu het vertrek van Esmee Visser. Zij neemt het op tegen Magdalena. En dan komen er allemaal best wel wat lastige namen. Ziet John uit Polen. Daar neemt zij het tegenop en een veel betere PR voor Esmee Visser met 4:54.02. En ook Sterre Jonkers is vertrokken. Ja, ook een Nederlandse uit Emmen komt ze. En zij zit ook bij een regionaal talentencentrum Noord, waar je het net ook al eerder over had in deze uitzending. Ja. Studeert geneeskunde in Groningen. En zij heeft een PR. Sterre Jonkers hebben het over van 4:07.69. Dus dat is wat langzamer dan Esmee Visser. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want we praten hier over de Olympisch kampioenen. Esmee heeft al een voorsprong op de tegenstander. En komt niet door in de 34e. En nu kunnen we echt wel gaan kijken wat de omstandigheden doen met de tijden. Ja, want het zou mooi zijn als zij dus een baanrecord gaat. Dat ze dat gaat verbreken van Rosa Blokker van 4:26.51 gereden dus in 2014. Maar ja, wat je al zei, de omstandigheden hier op de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost zijn alles behalve ideaal. Het maakt het wel weer leuk, het gevecht tegen de weerselementen. Maar voor de toeschouwers is dat ook niet meer leuk. Als ik even om me heen kijk, dan zie ik niet zo heel veel mensen daar onder een afdakje. Maar dat valt nog wel mee. Nee, het is inderdaad vrij rustig. Laat even kijken naar Esmee Visser. Hoe doet ze het? Nou, ze doet het best aardig. Ze rijdt nu nog op de tijd, op de snelste tijd. Net erboven eigenlijk. Is nu van een 34 naar een 35 gegaan. Het is nu zaak om te gaan stabiliseren. En een mooi ritme te pakken wat je kan volhouden nog 5 rondjes. Mm-hmm. En ik ben benieuwd wat Sterre ook aan het doen is. Sterre Jonkers. Ja, want die rijdt behoorlijk goed. Dat is de tweede 34er. En die zit ook nog net boven de snelste tijd. En het is fijn dat ze ook een tegenstander heeft waar ze veel aan heeft. Je ziet dat ze nu eventjes mooi gebruik kan maken van de tegenstander. Ja, haar naam hebben we nog niet genoemd. Uit Wit-Rusland, Anna Kovaleva. Dus even kijken wat haar PR is. Die is echt maar heel ietsje langzamer dan van Sterre Jonkers. Dus die zijn behoorlijk gelijk. Allebei 4:07. En een halve tiende meer voor Kovaleva uit Wit-Rusland. Laten we even in het hoofd duiken van Esmee Visser. Ze heeft natuurlijk al een lang seizoen erop zitten. Afgelopen weekend natuurlijk nog in Tialf. Wat betekent voor haar zoiets als dit, het WK studentenschaatsen? Volgens mij vindt ze dit ontzettend leuk. Ze is ook lid geweest van SKIS. Dat is de lokale studentenschaatsvereniging. Ja, hier op de Jaap Edebaan. Ja, en ze was ook grote ambassadeur van dit evenement. En wilde hier graag bij zijn. Dat is wel bijzonder. Ik bedoel, met haar staat van dienst en wat ze allemaal rijdt. Ja, je ziet nu trouwens dat ze ook weer een seconde aan het versnellen is. Ze was net even de 36ers ingedoken en heeft nu wel de ritme te pakken. Mm-hmm. En duikt nu weer de 35ers in en is daarmee ook voor het eerst rijdt ze de snelste tussentijden. Kijk, want wie hebben bovenaan staan, dat is natuurlijk haar landgenoot Stan Endhoff. Zij heeft de snelste tijd tot nu toe van 4:37.72. Maar jij zegt het al, Esmee Visser is daar qua rondetijden net onder. Het is nu aan het versnellen. Het is interessant om te kijken wat ze nu dan als tussentijd gaat rijden. En het duikt daar net de 36 weer in, wat netjes is. En nu gaat ze echt het verschil maken. Dus wat ze heeft gedaan is, ze rijdt eigenlijk een vrij vlakke rit. En probeert op het einde de winst te pakken ten opzichte van Sam in het Hof. Mm-hmm. En het zou mooi zijn als we het hebben over Sterre Jonkers, als ze nu de tijden kan vast gaan houden. Want ik zag dat ze een beetje begonnen op te lopen. Dus ik ben benieuwd hoe het er met haar voor staat. Dat gaan we zo meteen zien. Je bent hier weer een tussentijd van Sterre Jonkers. 37 laag. Ja, het ziet er ook uit alsof ze het wat moeilijker begint te krijgen. Wat het logisch natuurlijk is. Ze gaat zo naar de bel toe. Esmee die gaat nu naar de bel toe. Die klinkt nu voor haar. Esmee Visser dus aan de laatste ronde begonnen hier van de 3000 meter op het WK studentenschaatsen. Ja, en rijdt dus 3 seconden harder dan de tussentijd van Sanne in het Hof. Dus ze gaat naar de snelste tijd toe. Haar tegenstander die zit op de derde tussentijd. Ja, de dame uit Polen met een vrij lastige naam. Ik ga het toch nog een keer proberen uit te spreken. Tichon. Ja. En ook laatste ronde voor Sterre Jonkers. Die hem nu wel weer vlak weet te houden, dus dat is wel erg mooi. Die zit ook op de derde tussentijd, dus het wordt een strijd tussen Magdalena en Sterre voor de derde plek. Hier komt Esmee Visser door in een tijd van 4:33.15 en is daarmee bijna 5 seconden sneller dan Sanne in het Hof. En dit is ook de winnende tijd. Ja.
Dit is inderdaad winnertijd. Zij is dus de winnares geworden van wat eigenlijk ook wel de verwachting was van, ja, van de 3000 meter. Inderdaad, 4:33:15. We hoopten op een baanrecord, maar ja, dat heeft hij helaas niet ingezeten. Want die was nog een seconde of zes sneller van, kijk, de Rosa Blokken. Sterre Jonkers is ook binnen en is sneller dan de Pools. En daarmee hebben we een volledig Nederlands podium. Esmee Visser op plek 1, Sterre Jonkers op plek 2 en San in het Hof op plek 3. Dus voor een eerste afstand denk ik dat de Nederlanders het goed hebben gedaan. Kijk, hartstikke mooi inderdaad. Drie Nederlandse dames straks op het podium. Altijd leuk om te zien natuurlijk. Zeker als het hier in Nederland wordt gehouden in Hatje, Amsterdam. Dan zijn de omstandigheden misschien niet ideaal, maar toch mooi om dat zo te zien. Zeker weten. Winnares dus Esmee Visser van de 3000 meter voor de dames. En nogmaals voor de volledigheid, Sterre Jonkers plek 2. En Sanne in het Hof de derde plek. Het is wel een momentje hoor, met die regen erbij. Ik vind het het is een prachtig gezicht. Er wordt echt hard voor gevochten. Ja, maar het lijkt me wel heel anders. Ik bedoel, van de week heeft ze nog van het weekend in Tialf geschaatst. Bom en bomvol. Natuurlijk ook heel veel sneer daar. En dan sta je nu hier op de Jaap Edebaan, op de regenachtige Jaap Edebaan. Zeker weten. Ja, ja, dan laat je zien dat je echt van schaatsen houdt. En dat je het gewoon ontzettend leuk vindt om te schaatsen. Ja. Kijk. Jonkers. We gaan nou heel even pauze houden. Fijken. Want de 3000 voor de dames zitten erop. Er zit volgens mij een gat. Ik kijk zo even naar het programma. Ik denk dat er zo meteen gedweld gaat worden en dat we daarna gaan beginnen met de 5000 voor mannen. Dan mag je zeker wel even gebeld worden. Er ligt een behoorlijke laag water hier op de schaatsbaan. De 3000 van de dames die zit erop. De eerste afstand van dit WK voor studenten. En zometeen gaan we tegen de klok van 14:45 beginnen aan de 5000 voor de heren. Sluit je ook weer gezellig aan, toch? Zeker weten. Fijke Bierman hoor je. En later in de middag hebben we nog de 500 meter voor de dames. En sluiten af deze eerste dag met de 500 meter voor de heren. Wij leggen onze koptelefoon even neer. En dan spreken we jullie zo meteen weer. Tot zometeen.
Sisu, World of University Sport. Je kijkt en luistert weer naar de livestream van de Jaap Edebaan, het WK Studenten Schaatsen. En dat vindt hij allemaal in Amsterdam Oostplaats de hele week. We hebben net de 3000 meter voor de dames gehad met als winnares Esmee Visser. Naast mij staat de co-commentator Fijke Bierman. Fijke was er even een boterhammetje aan het eten. Dat ook gebeurt natuurlijk. Ja. En we gaan ons nu klaarmaken voor de 5000 van de mannen. En de eerste die nu gaat starten. Dat is toch wel gelijk een bijzondere Wijlien Tij. Ja, hij noemt zichzelf Mr. Febo. Ja, dat is een leuk verhaal. Dat is inderdaad een leuk verhaal. Mr. Febo noemt zich. Hij wordt ook de andere mensen al genoemd. Hij is hier al 2 weken. Omdat de temperaturen waar hij vandaan komt uit het Chinese Taipei vrij hoog ligt. Ongeveer 33 graden. En hij is hier naartoe gekomen om al zich voor te bereiden. Maar ondertussen loopt hij dus ook een beetje de snoepen van kroketten en frikandellen. Die haalt hij uit de muren bij de Febo. Ja, maar jij kent hem eigenlijk al. Nou ja, je vertelde in de pauze dat hij uit het skileren komt. Mm-hmm. En ik zelf geef elke maandag hier schaatles. En ik was vorige week maandag was ik wat eerder. En toen ben ik ook maar zelf even een uurtje gaan trainen. En toevallig was deze jongen ook op het ijs. Samen met 2 collega's van mij. En toen heb ik daarbij aangesloten. En het viel me gelijk op dat hij ontzettend diep zit. Dus ja. Moet je heel even nog ietsje meer uitleggen? Wat bedoel je precies met diep zitten? Ja, dus bij schaatsen haal je een deel van je kracht en je snelheid haal je uit je kniehoek. Dus dat betekent dat je eigenlijk rond een kniehoekgraden van zo'n 90 graden wil gaan zitten. Voor de luisteraar thuis die niet ervaren is met schaatsen, dan moet je maar eens gaan proberen. Zeker op een afstand als 5 kilometer, want dan ben je dus toch 6 minuten dat aan het doen. Dat voel je toch behoorlijk in je bovenbenen en je billen, kan ik me voorstellen. Dat ga je zeker voelen, maar ook als je zit te kijken, deze man die heeft ook wel bovenbenen en billen. Mm-hmm. En het knappe vond ik, toen ik erachter zat, wat me direct opviel, ben zelf natuurlijk al een tijdje gestopt, is dat hij ontzettend mooi zijn bekken kantelt. En daardoor creëer je heel veel ruimte en kan je heel efficiënt in die kniehoek blijven schaatsen. Dan moet je ook nog even ietsje meer uitleggen. Je bekken kantelen. Ja, dat is dus... Hoe zie je dat nu bij hem? Nou ja, dat is eigenlijk dus dat je een bolle rug kan creëren. En zeker de onderkant van de rug, dat die mooi bol blijft. Dus dat je niet eigenlijk een soort hoek creëert. Mm-hmm. Maar dat je als het ware echt een rondje creëert. En dat is die bekken kantelen wat hij mooi toepast. En dat heeft hij misschien in het skileren geleerd. Ja, zie je dat meer gebeuren bij skileraars? Nou, sowieso. De Aziatische schaatsers die zijn er onbekend dat ze ontzettend diep kunnen schaatsen. En dus ook mooi die bekken kunnen kantelen. Hij vertelde mij ook dat hij vroeger veel geshorttrackt heeft. Oh, je hebt hem ook nog even gesproken? Ja, ik heb hem toen even gesproken. Ja. Wat we hebben gedaan, hij trainde op techniek. Ik was voornamelijk aan het afzien achter hem. Maar tussendoor, toen we rechtop stonden, konden we even met elkaar praten. Oké, okay, en dat ging in het Engels? Dat ging inderdaad in het Engels. Hij sprak uitstekend Engels. Oké. Okay. Dat is dus Wijlien Tij. En komt dus uit het Chinese Taipei. Zijn PR op de 5000 meter waar we naar zitten te kijken is 6.37.09. Hij heeft geen tegenstander. Omdat er een oneven aantal is. We hebben in totaal 8 ritten waarbij in de 2e rit er niemand is. Want er wordt in kwartetten gereden. Dus deze Tij is de enige die alleen rijdt. Ja. En straks gaan we in kwartetten rijden. En nog een aantal Nederlanders. Even naar zijn tijden. Hoe doet hij het? Ja, zijn tijden zijn behoorlijk snel. Zeker op de 1000 en op de 1500 meter heeft hij ontzettend snelle PR's gereden begin februari. Mm-hmm. Hij heeft nu 1.96 staan en 1.46.68. En dat zijn toch wel best wel behoorlijke tijden waarmee je volgens mij ook redelijk uit de voeten kan op of wereldbekerniveau. Mm-hmm. Het is wel interessant om te zien. Hij komt nu door op de... dat is de volgende ronde. Komt hij door op de 3 kilometer doorkomt. En dan kunnen we kijken hoe hij het aan het doen is. Want de tussentijden die worden niet helemaal gegeven. Er wordt nu een tussentijd gegeven van 38.87. Maar ik weet absoluut zeker dat dat niet zal kloppen. Nee.
Ja, dat gebeurde net ook een paar keer dat het niet helemaal duidelijk is. Maar dat wordt uiteindelijk allemaal weer netjes gecorrigeerd. Dus jij zegt hij is vooral sterk op die 1000 en 1500 als je naar zijn PR's kijkt. Als ik kijk naar de 5000. Ja, zijn 5000. Wat van betekenis spelen vandaag? Nou, zijn 5000 tijd is nog steeds best wel netjes. Hij, even snel spieken, heeft hij de derde tijd van het 5 kilometer veld staan. Dus in principe zou hij daar ook goed op uit de voeten moeten kunnen. Hij is nu doorgekomen in 4.03. Wat betekent dat hij volgens mij alleen maar 30ers en 31ers heeft gereden. Ja. En dat is best hard. Kijk, de eerste deelnemer is van de 5000 meter. We hadden net de 3000. Dat is mee vissen dus als winnares. Trouwens een heel Nederlands podium. Dat is Sterre Jonkers als tweede en Sanne in het hof nummer 3. Even voor een kleine indicatie. Als hij dit door... of als hij dit vast blijft houden, dan komt hij uit op een tijd tussen de 6.50 en de 7 minuten. Dus dat zou een nette 10 seconden boven zijn PR zijn. En ik denk dat dat ontzettend netjes is als je het vergelijkt dat zijn PR in Calgary staat. Ja, want dat is natuurlijk wel even wat anders. Een baan op de baan Calgary of hier de Jaap Edebaan. En dan ook nog behoorlijk natte baan en het regent nog steeds wel een beetje. Niet echt de ideale omstandigheden, maar wat je al eerder vandaag zei, heroïs. Ja, zeker heroïs. Nee, ja, dat verschil tussen die hooglandbanen en laaglandbanen, dat merk je zeker. Op hooglandbanen heb je natuurlijk een stuk minder luchtweerstand. En dat kan soms tot wel een seconde per rondje schelen. Ja. Het baanrecord van de 5000 in 2011 gereden door Mark Oiva. Ken jij vast? Die ken ik zeker. Daar heb ik 4 jaar geleden nog tegen gereden op het NK Allround. Op de 500 meter. Ja, want leg nog heel even kort uit. Je hebt het net een tijdje geleden ook al een beetje verteld. Maar je hebt nog onlangs een paar jaar geleden meegedaan aan het NK Allround. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat was niet een heel groot succes. Het was mijn hoogtepunt van mijn carrière en mijn dieptepunt tegelijkertijd. Ik heb 1 keer mee mogen doen aan het echte NK. En op de 5 kilometer ben ik toen verkeerd gewisseld. Mijn tegenstander die was daar zo van in de war dat hij ook verkeerd wisselde. Waardoor we allebei tegelijkertijd werden gedisqualificeerd. Voor zover ik weet is dat niet vaak voortgekomen op het NK. Dus je hebt daar toch nog historie geschreven? Precies, ik kwam toch nog voor op teletext. Ja, hey, maar nu heb je dus nu schaatsen op wat lager niveau. Ja, ik schaats eigenlijk zelf helemaal niet meer. Niet meer in wedstrijdverband en ik train eigenlijk ook niet meer. Wat ik nu doe, ik geef nu les op de ijsbaan hier in Amsterdam. Ja, je studeert hier ook nog in Amsterdam. Ja. En dan ben je ook lid hier van Skits, dat is de schaatsstudentenvereniging. Nee, ja, ik woon hier dus pas sinds begin januari. Dus ik wist überhaupt nog niet van het bestaan van Skits. Maar veel van mijn collega's die zitten daar wel bij. Dus eventueel dat ik daar nog maar aan wil sluiten. Ja, moet wel opschieten, want ik ben bijna klaar met studeren. Okay, ja, het is een studenten. Ja, dat mag het niet meer. Ja, maar heel even voor de duidelijkheid, zij bemoeien zich, of zij zijn heel veel leden die ook actief zijn bij de organisatie van het WK Studenten Schaatsen. Dus dit jaar voor het eerst in Nederland, 2 jaar geleden was het in Wit-Rusland, Minsk. En ongeveer 70 deelnemers doen er mee uit de kleine 20 landen. Net de 5000 meter gehad, of 3000 voor de vrouwen en nu de 5000 voor de heren. En dit is de eerste deelnemer bij Lien. Hij is bezig met zijn persoon. Ja, ik moet een kleine rectificatie geven. Ik zei net dat hij doorkwam op de 3 kilometer tijd in 3.3. Maar ik denk dat dat 400 meter voor de 3 kilometer tijd was. Want dan zou hij nu op weer finish moeten zijn. Maar hij gaat nu beginnen aan zijn laatste ronde. En dat is in de 37. Dus de omstandigheden zullen echt wel zwaar zijn. Want hij gaat, ik denk, een minuut boven zijn PR uitkomen. Ja. Ja, dat is wel behoorlijk van invloed. Dat zagen we natuurlijk net ook wel bij de dames. Dat die PR bij lange na niet worden gehaald. Maar dat is natuurlijk logisch gezien de omstandigheden. Nee, en ook als je naar de vlaggen kijkt op en om de baan. Dan zie je dat er toch best wel een behoorlijk een windje staat aan de overkant bij de wissel. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Hij gaat nu in ieder geval doorkomen. In een tijd van 7.48. Ja. 7.48, 68. We gaan hem zeker even opschrijven. Wij, Lien, Tai, de deelnemer dus uit het Chinese Taipei moet ik eigenlijk zeggen. Nou, dat belooft wat voor de rest. Ja, want we gaan nu dus kwartetten, zo kan ik het wel zeggen, ja. Kwartetten. Dat betekent dus 2 paren die van start gaan. Het eerste paar is uit Rusland, Daniel Gengil. Tegen Evgeny Bolgov. En dat is dan weer een wit Rus. Bij de snelste PR voor Kenchel is met 46.41. Die zien we ook klaar staan. Die zijn klaar voor de stad. En dan na een halve ronde gaan Mathieu Ballard
uit Frankrijk en Alexei Kirpichnik uit Wit-Rusland. En die heeft denk ik de snelste PR, maar die heeft de snelste PR 6.39.04 van het hele kwartet. Maar die gaan zo meteen als we staan. Eerst is dus Genzel en Bolgov en die worden nu weggeschoten. Yes. Rus en iemand uit Wit-Rusland. Hele goed. Ik begreep, je hebt ook een keer meegaan aan de BK-studenten schaatsen in Kazachstan. Dat klopt, ja. Dat het bij de Oost-Europese landen heel populair is. Dat klopte toen ook inderdaad. De Polen waren ontzettend goed vertegenwoordigd toen en nu ook volgens mij. De Russen en de mensen uit Pittsburgh, die deden toen ook fanatiek mee met een grote delegatie en die zijn er nu ook. Zo ondertussen Ballard en Kirchnik uit Wit-Rusland ook weg zijn. Maar hoe kan het dat daar... Dat het heel populair is, het WK studenten schaatsen? Ik denk toch dat de naam WK daar meer geldt. Sowieso zijn de afstanden kampioenschappen, die staan heel hoog in het vaandel in het Oost-Europese en ook in Rusland. Mm-hmm. Waar hier we toch ook best wel wat liefde hechten aan het allroundtoernooi, is daar wat minder en wordt er voornamelijk gekeken naar de afstanden. Ja. Maar dat verandert hier ook wel een beetje, dat het omgang wat minder wordt en dat eigenlijk schaatsers, dus ook de Nederlandse schaatsers, steeds meer richten op de afstanden. Ja, dat komt ook omdat vanuit het schaatsen zelf dat naar voren is gekomen. Zeker omdat vanuit het buitenland er voornamelijk wordt gekeken naar het allround of naar de afstanden. Uh-huh. Is er gewoon minder aandacht voor het allround en hebben de Nederlanders zich daar ook op aan te passen. Ik denk dat het ook wel een beetje meespeelt dat de Nederlanders daar toch al... jaar en dag domineren met Sven Kramer en Irene Wüst en nu ook met Patrick. Dat het een beetje saai wordt. Dat het een beetje eentonig wordt inderdaad. Ja. En het is natuurlijk ook geen Olympische tak. Dat ook. Dus volgens mij is vanaf volgend jaar is het ook één keer in de twee jaar het wereldkampioenschap allround. Ja. Nou, eens even kijken naar de tussentijden. Ja, net de 32er en een 34er worden geklopt door en de Fransman. Belois. Dat is makkelijker. Die is makkelijker inderdaad. Maar ze zitten allemaal onder de tijd van onze voorganger, Wijlien Tij. Dus dat doen ze best wel vrij aardig, want je was al behoorlijk positief over Tij in de volgende race. Nee, dat klopt ja, maar omdat de tijd het niet helemaal goed deed, kon ik er een moeilijkere inschatting van maken. Zeker de Belarus Kribitnik, die is goed bezig. Die rijdt nu zijn derde 32. Hè? Ja. Berwaard heeft het wat zwaarder, die zit al bijna de 35ers in. Ja, terwijl toch de snelste PR is dan ook voor Kirpichnik uit Wit-Rusland. Dus het is ook wel de verwachting dat hij deze race gaat winnen. Ja, nu zie je dus ook dat het andere paar ook de 34ers is ingedoken. Dan ben ik heel benieuwd hoe lang de Belarus het vol kan houden. Ja, die Genzel die is 34-38 net klokte. Ja. Dat is de jongste deelnemer van dit WK. 18 jaar, komt uit Rusland. En die heeft een PR van 6.49.41. Ja, en ook Kirpichnik is nu ook de 34% ingedoken. En je ziet ook dat hij het wat zwaarder begint te krijgen. Hij gaat wat meer schudden met het bovenlichaam en loopt wat meer van zijn afzet af. Die bochten valt hij op zich nog wel mooi aan. Hij zit toch al ruim 15 seconden onder de tijd van de man uit TP, Mr. Febo. Mr. Febo, ja. Mr. Febo. Het is niet echt bijna die associeert met topsporters natuurlijk. Nee, dat niet. Nee. Volgens mij beginnen het ook wat droog te worden. Jij was net even buiten. Ja, inderdaad. Het was toen wat aan het niezen. En ik hoop dat het nu inderdaad wat droog wordt voor de rijders. Mm-hmm. Belwaar is nu ondertussen de 36 hier gedoken, die heeft het F-zwaar. En leuk om te zien dat Bolgov en Genzel bij elkaar kunnen blijven. Dus die zullen wel wat aan elkaar hebben gehad. Je ziet nu dat de Belarus, de Bolgov, lekker achter de Rus kan zitten. We hebben het er al even eerder over gehad, maar daar kan je dus echt wel je voordeel uit halen. Ja, dat was natuurlijk net een nadeel voor Tij, dat hij in zijn eentje moest schaatsen en zich dus niet aan iemand kon optrekken. Ja, precies. En zeker omdat het een buitenbaan is en je tegenwind hebt bij de wissel, kan je daar echt dubbel gebruik van maken. Je kijkt naar een livestream van NH Sport op de Facebookpagina en op onze site. We zijn bezig aan de derde en vierde rit van de 5000 meter. Hier zijn we vandaag de dames. Naast mij staat Fijke Bierman, woonachtig in Amsterdam, geeft hier schaatsles op deze Jaap Edebaan. En vele hebben dat meegedaan, dat heb ik al
En ik ga al round, had je net een mooie anekdote over dat het niet helemaal goed ging met de wissel. Nee, precies. Daardoor ben je toch de geschiedenisboeken ingegaan. Je zei het als je hoogte bent. Een beetje memorabel was het wel, ja. En straks hebben we trouwens ook de Nederlanders. We hebben onder andere Roel Boek. We hebben Victor Ramle, die hier echt letterlijk is opgegroeid vlak naast de Jaap Edebaan. Ja. Die hebben straks in de laatste rit, in rit nummer 8. En dat zijn twee Nederlanders die meedoen. Nu kijken we dus naar rit 3 en 4 en de tussentijden. Ja, de rondetijden zijn nu wel wat meer opgelopen. Ze zijn van 34, de 35 is ingedoken en rijden nu 36ers. En we zien nu dat Kritiek niet het echt zwaar begint te krijgen, want die is nu de 37 ingedoken. Hij heeft een tijdsvoorsprong ten opzichte van een paar wat ervoor rijdt. Maar die rijden op het moment hardere tussentijden. Dus het zou best kunnen dat die een beter slot maken aan hun 5 kilometer. Want Kritiek heeft wel de snelste PR. Ja. Ja, maar die is nu 37ers gaan rijden. En Bolgov en Genzien, die noteren allebei nog een 36er. En dan kan het nog hard gaan, want dat zijn er 300. Ja, er zullen toch de omstandigheden van invloed zijn dat je het steeds zwaarder krijgt in het laatste gedeelte van deze 5 kilometer. En het zou best kunnen dat Kiepietnik gewoon te hard is begonnen. Want die begon natuurlijk best wel voortvarend met 3.32ers. En het andere paar die is toch wat rustiger begonnen. En je ziet nu ook dat ze nog wat vakker kunnen halen. Ja, het lijkt me ook wel prettig dat ze redelijk bij elkaar kunnen schaatsen. Ja, dat zal ook zeker in het voordeel zijn van de paar. Die beginnen toch ook wel moeilijk te krijgen. Ik zie ze geen massa trekken, maar ze zijn allebei nu aan het versnellen. Ze zijn van 36ers naar 35ers gegaan. Dus hier bouwen een mooi slot aan de 5 kilometer. Ja, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om nog Kiepietnik in te halen. Ja, precies. Laatste gedeelte dus van deze 5 kilometer. Genzel en Bolgov beginnen aan hun laatste ronde. Zoals we het in elk geval zijn voor de Fransman Belloire. En de Wit-Rus Kiepietnik. Die overigens ook aan het versnellen is. Maar ik denk dat het niet genoeg is. Want het andere paar is echt op gang gekomen. En die maken er echt een mooie wedstrijd van. Die gaan nu naar de bel toe. Zij noteren allebei nog een 35er. En ik ben benieuwd wie deze rit gaat winnen. De Rus die heeft zo meteen het voordeel van de laatste binnenbocht. En die kan nu nog naar de Wit-Rus toe rijden op de kruising. Kan misschien nog profiteren van zijn... dat hij even uit de wind kan worden gehouden. Ja, dan praten we over Bolkov die nu de laatste ronde ingaat. Ja, hij is er al bijna naast. Als hij deze bocht goed doorrijdt, dan denk ik dat hij die rit wel kan gaan winnen. De Wit-Rus die heeft de handen losgegooid. Die geeft niet op. Kiepietnik is al binnengekomen in Belwaard. En nu is het dus ook het geval voor de laatste twee. Ja. En Sjeel, die noteert de snelste tijd met een mooie laatste slotronde. Dat is heel erg onduidelijk, want we kunnen het ook niet helemaal goed zien hier bij de tijden van wat nou de exacte finish-tijden zijn van de vier heren. Ja, 7.20.08 en 7.21.02, dat zijn de eindtijden en tevens de snelste. Ja, die zijn dus net onder Kiepietnik gedoken, die 7.21 en 7.76 klokte en Belloire die is nog bezig. En die is ook binnengekomen in 7.38.38. Ik ben dus benieuwd als Kiepietnik een tegenstander had gehad waar hij wat meer aan had gehad. Of hij dan niet de snelste tijd had genoteerd. Want dat andere paard dat heeft er toch wel denk ik veel voordeel aan gehad. Ik kijk nog heel even met je mee naar de snelste tijd van Genzel. De jonge Rus dus, 18 jaar pas, jongste deelnemer van dit WK voor studenten. Gaan we door naar de volgende twee paren. Dan met een Nederlander, een belofte. Ja. Roel Boek, 22 jaar. Ik hoor zelf heel veel gekraak op de lijn. Ik ook. Ik weet niet of de kijkers dat ook horen. In ieder geval is dat weer weg. Trouwens eerst een valse stad. Dat is van het paar Ekensker uit Zweden. En dan die neemt het op tegen Podolski uit Rusland. En dan krijgen we zo meteen inderdaad de Nederlander Roel Boek. En die neemt het op tegen Kipperen uit Amerika. Ja, gaaf om te zien dat er ook een mooie delegatie is uit Amerika, van Amerika. Behoorlijk veel. Ja. Ja. Nou, het is ook een redelijk schaatsland natuurlijk, Amerika. Veel toppers zijn daar in het verleden vandaan gekomen. Ja, maar volgens mij op het moment hadden ze een redelijk dunne spreiding aan de top. Met de vrouwen hebben ze natuurlijk Brittany Bowe die het uitstekend doet. Mm-hmm. En bij de mannen zijn er ook een aantal die het goed doet. Maar het is volgens mij niet een hele brede top. Dus het is leuk om te zien dat er een heel aantal studenten meedoen uit Amerika. Ja, ongeveer 20 landen doen die mee aan dit WK studenten schaatsen.
En we hebben al heel wat nationaliteiten voorbij zien komen. En nu dus een Zweed, een Rus, een Nederlander en Amerikaan. Lekker gevarieerd bij deze, wat is het, vijfde en zesde rit van de 5 kilometer. En Roel Boek is ook vertrokken. Roel Boek, dat is ook een Amsterdammer, een 22-jarige Amsterdammer. En ja, die heeft een tijd staan van 6,42. En ik denk met 22 jaar dat je daar goed in mee kan komen bij de neo-senioren, bij de beloftes. Mm-hmm. Hij zit ook bij de belofte hier inderdaad. Ja. Ken je hem verder van het schaatsen? Nee, dit is een paar generaties onder mij. Dit heb ik net niet meegekregen. Van de deelnemers die meedoen, heb ik vroeger nog wel geschaatst tegen Jeroen Janissen. Die is ook iets jonger. Die gaan we zo meteen zien in rit 8. Precies, alleen die komt ook van de ijsbaan in Haarlem, waar ik zelf ook vandaan kom. En ik kan me nog wel herinneren dat we marathons hebben uitgevochten. Kijk, dat gaan we het zo meteen over hebben. Wanneer neemt hij dan op tegen Victor Ramle, kind eigenlijk van deze ijsvereniging. Want hij woont hier om de hoek bij de Jaap Edebaan. Laat even naar deze rit gaan kijken, Feike. Ekensker, Podolski, Boek en Sepperen. Ja, ook dat eerste paar begint best voortvaren, moet ik zeggen. Ook met de 32ers. Die hebben waarschijnlijk ook naar de vorige ritten zitten kijken en gezien hoe het oploopt. Want over die 12 rondes die ze rijden op de 5 kilometer zat er toen toch wel 2-3 seconden verval in. En ook Boek die komt door met een 33er. Die begint dus net wat rustiger. En dan ben ik benieuwd of dat expres is. Dus dat hij heeft gezien dat hij, als hij hem wat rustiger opbouwt, dat hij hem wellicht wat vlakker kan houden richting het einde. Ja, wat is daar eigenlijk de beste tactiek in als het gaat erbij in 5 kilometer? Ja, ik denk dat dat wel redelijk vergelijkbaar is als bij de vrouw op de 3 kilometer. Dus dat het helemaal afhangt van wat voor schaats je bent. Mm-hmm. Wat je toch wel bij de Nederlandse mannen aan de top ziet, is dat ze hem vrij vlak kunnen houden. Maar dat ze toch ook best wel hard beginnen. Want op een 5 kilometer, ja, je hebt maar 12 rondjes. Ja. Dus je moet wel voortvarend beginnen. Je hebt geen ruimte om aan het begin wat te laten liggen. Het is wel zaak om natuurlijk zo vlak mogelijk te houden. Ja, Boek heeft in ieder geval weer wat versneld. Zit in de 32. Ja, ja, en dat is waarschijnlijk ook om dichter bij zijn tegenstander te blijven. Zodat hij dat voordeel kan blijven houden. Mm-hmm. Je ziet in het andere paar dat de Rus nu net wat voorsprong heeft genomen. En ik denk dat de Zweed nu of dat de Rus nu over de Zweed heen gaat kruisen. Dus dat de Rus daar eigenlijk niets meer aan heeft. Ja. Heel even naar het Boek, die we net in beeld zagen. Komt hij dus uit Amsterdam, studeert bewegingswetenschappen. Hier op de Universiteit van Amsterdam. En heeft niet de illusie dat hij de nieuwe Sven Kramer wordt, zei hij. Of dat hij mee gaat doen op een Olympische Spelen. Maar wil wel in de top meedraaien van het marathon schaatsen. En het is dus een echte steer. Ja, je ziet het ook aan zijn slag. Hij rijdt heel efficiënt. Hoe zie je dat precies? Nou ja, hij, dat noemen we een beetje een flyer techniek. Dus hij rijdt wat lichtvoetig. En daardoor rijdt hij op dit soort ijs waarschijnlijk wat efficiënter dan iemand die het vooral van zijn kracht moet hebben. Mm-hmm. Als het dan zwaardere omstandigheden hebben, lopen die over het algemeen wat eerder vol en hebben die wat meer verval. En even kijken, Boek die rijdt nu een 35er. Oeh, die is wel behoorlijk omhoog geschoten. Die is inderdaad behoorlijk omhoog geschoten. Maar wat betreft dat flyeren wat je dus ziet, zie je dat meer bij marathonschaatsen, bij de langere afstanden? Ja, de marathonschaatsers rijden over het algemeen wat lichtvoetiger. Een goed voorbeeld daarvan is Jorrit Bergsma. Mm-hmm. Die haalt heel erg veel ook uit zijn bovenlichaam. En die flyert echt over op de rechte stukken. Kijk. Even kijken naar de Zweed en de Rus, Podolski en Ekensker. Zij zitten ook wel vrij hoog, zeker Ekensker, hoog in de 37. Ja, toch de Amerikaan die doet het nog verrassend goed. Die rijdt nog een 33er. Dus die is op het moment ook het snelst in de doorkomst. En met ruim 3 seconden. Dus ik ben heel benieuwd of hij dat voor kan houden. Het is jammer dat Boek hem achter heeft moeten laten. Want het was natuurlijk mooi geweest als hij hem op sleeptouw had kunnen nemen. Maar de PR's van Boek en Sieben liggen ook behoorlijk ver uit elkaar. Dat is zo'n seconde of 16. Dus dat is een verschil. Sieben die gaat zo meteen het andere paar ook inhalen. Dus weet Ekensker. Kijk, dat gaat nu gebeuren op de wissel. Boek die overigens wel redelijk stabiliseert met een tweede 36er. Ook de Russen. Podolski, die doet het niet onaardig met 34ers. Die zien we nu ook in beeld, Podolski. Ja, maar wat de Amerikanen aan het doen is toch echt wel heel erg knap. Die noteert nog een 33er, wel een hele krappe, 33,99. Maar die rijdt ontzettend vlak en ook nog ontzettend hard.
Met nog 3 rondes te gaan, zie ik hem nu niet meer instorten. Nee, die heeft nu ook, de snelste PR van alle rijders tot nu toe van deze 5 kilometer. Volgens mij is Podolski ook aan het versnellen, want die duikt nu ook weer de 34ers in. Dus die ruikt zijn kansen. Die rijdt nu de snelste tussentijd, maar Seperoen, ja, de Amerikaan, die komt nu pas door en die heeft nog een snellere tussentijd. Ja, die rijdt zelfs die rijdt nog een 33er. Die is ook aan het versnellen, een halve seconde. Maar heel vlak rijden ze allemaal niet, valt me op. Nou, deze Amerikaan die rijdt behoorlijk vlak, maar ook behoorlijk hard. Die heeft alleen maar 33ers geklokt. Ja, oké, maar daar zit ook nogal een redelijke verschil in. Nou, ik bedoel, als je nou wel eens kijkt naar de wereldtop, dat ligt soms wel heel dicht bij elkaar. Dat klopt, ja. Ik kan me een wedstrijd herinneren van dit seizoen dat Patrick Roest 3 keer exact dezelfde tussentijden schaatste. Inderdaad, ja. Ja, dat is wel heel erg knap. Maar ik denk ook dat de omstandigheden daar ook wel in meespelen. Net een windvlaagje erger op de kruising en daar gaan weer een paar tienden van secondes. Mm-hmm. Je ziet dat Seperoen, dat hij nu de 34ers is ingedoken. Dus die voor hem wordt het nu een zaak om te overleven. Ja, we hebben nog steeds de snelste tijd. Het was van het vorige kwartet. Daniel Gengil, en terwijl we de bel horen voor de laatste ronde, die noteert een tijd van 27.08. De man dus uit Rusland, 18-jarige student. Ja, knap hoor. Die is nu ook de 33er zelfs weer ingedoken. Dus die is hem echt aan het afbouwen. Over Podolski hebben we het nu. Precies, die rijdt een afbouwend schema. Je ziet ook dat hij rake klappen op het rechterstuk geeft. Mm-hmm. Maar Siepen, ook 33. Ja, die is nu ook weer aan het versnellen. Waar hij net even 34 is reed, is hij nu toch weer aan het versnellen. En dat gaat toch wel de snelste tijd worden hoor. Er zit een gat van 6 seconden tussen hem en de Rus. Ik verwacht dat de Rus dat niet meer goed gaat maken. En de Amerikaan gaat dat zeker niet meer uit handen geven. Maar de Rus die vecht er zeker voor. En die is nu binnen in een tijd van 7.09. Wat denk ik een hele aardige tijd is voor hem. Zeker, dat is in ieder geval de snelste tijd tot nu toe. Maar daar zal Siepen onder gaan en duiken zometeen als hij finisht. Ja. 7.0. En die is binnen. 0.03 met een laatste rondje 33.09. Dat is een behoorlijk verschil. Laten we ook nog even kijken waar Roel Boek gaat eindigen. Die is nu bezig met zijn laatste rechterstuk. Die komt eraan, armen los. Dat is een teken dat je het zwaar hebt. Zeker, ja. Maar ook dat je er nog voor gaat. In 7.20. Kijk, als je de armen op 7, de benen 5. Hebt, dan is het echt een stuk zwaarder. Waar we net nog een Nederlands podium hadden. Ben Fijke. Ik benieuwd of dat er nu in gaat zitten. Nou, dat gaat er sowieso natuurlijk niet in zitten, aangezien Roel Boek niet die derde plek gaat pakken. We hebben dus nog maar 2 Nederlanders straks in de laatste rit. Nederlanders meer, inderdaad. Nee, dus dat gaat hem niet worden. Die gaan we zo meteen trouwens zien in het volgende kwartet. Maar eerst de eerste twee die gaan starten, dat is de Bulgaar de Wit-Rus moet ik zeggen, Domoratsky. En die neemt het op tegen Simon Palka uit Polen. Die staan klaar en daarachter zie je de 2 Nederlanders al staan. Victor Ramelen komt hier dus uit de buurt van de Jaap Edebaan. En Jeroen Janissen, en die ken jij goed uit het schaatscircuit. Maar die gaan we zo meteen zien. Eerste stap dus van de Wit-Rus en de Pool. En die worden nu weggeschoten voor hun 5 kilometer. Victor Ramelen is wel leuk. Die hebben wij van de week namens NH Sport opgezocht. En daar hebben we een leuke item, een leuke video van gemaakt. Kan je trouwens zien op de site van nasport.nl. Dan vertelt hij zijn verhaal en zijn belevenissen hier op de Jaap Edebaan. We hebben zelfs zijn moeder nog even opgezocht. Die heeft nog wat oude archieven uit de kast gehaald. En die 2 Nederlanders dus, Ramler en Janissen, zijn weg. Ja, Janissen in de buitenbocht en Ramler in de binnenbocht. Maakt het nog veel uit? Binnenbocht, buitenbocht hier op 5 kilometer? Nou, op de 5 kilometer vond ik het zelf altijd prettig om in de binnenbocht te starten. In de meeste afstanden is het zo dat als je in de buitenbaan start, dat je dan de laatste binnenbocht hebt. Maar de 5 kilometer is daar een uitzondering van. Als je met de binnenbocht begint, eindig je ook met de binnenbocht. En ik zelf vond het altijd prettig om de laatste binnenbocht te hebben. Zeker als je tegen een tegenstander rijdt die nog dichtbij je rijdt, kan je daar wel je voordeel uithalen. Ja, kan ik me voorstellen, ja. En ik vond het zelf ook prettig om aan de binnenbocht te beginnen, omdat je dan een kortere bocht loopt terwijl je op snelheid aan het komen bent. Dat kan als prettiger ervaren worden. Kijk, Jeroen Janissen en Victor Ramler, die beginnen voortvarend, allebei in de 31ers. Dat is wel een stuk lager, maar zij zitten ook qua PR. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben natuurlijk de snelste tijd van Siepen uit Amerika. Die had een PR van 6.26.
En de beide Nederlanders zitten daar boven. Ramler heeft 6.28.77 en Janussen 6.33.64. Dus die hebben iets mindere PR's. Janussen is voornamelijk nu ook volgens mij actief in het marathonveld. Dus die zal een goede conditie hebben. Betekent dat ook vaak dat je al in het tweede gedeelte van je 5 kilometer sterker is? Dat hoeft niet per se, maar ik denk over het algemeen dat dat wel vaak het geval is. Je zal wel zien bij marathonrijders dat die een mooi vlak houden. Ramler die trouwens zijn tweede 31er noteert. Ik hoop dat hij dat vol kan blijven houden. Pakt er ook nog wat baanrecorden bij. Ik heb niet het idee dat die wordt verbroken vanavond. Die ligt nog een stuk hoger dan de snelstrijd. Schaatst in 2011 door Mark Ooyeva. In 6.49.74 is echt een ontzettend harde tijd voor een buitenlander. Ja. Ja, de verwachting was er al van de organisatie dat er behoorlijk wat baanrecords zouden gaan sneuvelen deze dagen. Maar ja, de omstandigheden werken niet mee. Het ziet er wel mooi uit qua plaatjes. En je ziet dat Janus en Ramler nu wat meer een ritme op aan het zoeken zijn. Ze zijn nu weg uit de 32, we zijn net de 33 ingedoken. Maar rijden daarmee nog steeds wel op de snelste tussentijden. Samen met de Bulgaar Dioman Radski. Wit-Rus. Oh, Wit-Rus. Ja. Belarus is het, hè? Ja. Ja. Ik maakte net ook al die fout, inderdaad. De Domaratski uit Wit-Rusland. Ja. En Domaratski heeft helemaal niks aan zijn tegenstander. Die rijdt helemaal alleen. Waar je ziet dat Jeroen Janus nog wel achter Ramler aan kan schaatsen. Dat is ook wel leuk natuurlijk bij de WK studentenschaatsen dat iedereen in het pak van een nationale team rijdt. Zeker weten, ja. Dat maakt het wel kleurrijk. Ook wel overzichtelijk voor ons. Gelukkig wel, ja. Ja. En zie je nou eigenlijk dat eigenlijk alle buitenlanders sowieso altijd in hun nationale kleding trainen. Want wij als Nederlanders zijn natuurlijk bevoorrecht met commerciële ploegen. Mm-hmm. Dat in het buitenland bestaat zoiets niet. Zo komt het eigenlijk. Ja, gewoon omdat het schaatsen niet zo groot is in het buitenland. Hier in Nederland is het toch echt een volkssport. Ja. En daar wordt er veel naar gekeken. Je ziet ook dat eigenlijk alle buitenlanders het geweldig vinden om in Heerenveen te schaatsen. Omdat het daar bomvol zit. En ze dat in hun eigen land nauwelijks mee kunnen maken. Ik kan me ook voorstellen dat de financiële mogelijkheden voor die schaatsers een stuk minder zijn. Ja, dat is vaak wel het geval. Het verschilt wel per land en hoe goed ze het doen. Want, en ook ja, inderdaad hoe goed ze het tussen op de afstand wereldkampioenschappen doen richting de Olympische Spelen. Mm-hmm. Ja, want ik zag ook van een aantal Nederlandse schaatsers dat zij toch wel oproepen deden online om geld in te zamelen. Omdat we natuurlijk hiervoor moeten betalen. Je moet ook hier in het hotel overnachten. Zelfs als je zoals Victor Ramler hier om de hoek woont, moet je wel gewoon in het hotel slapen. Dat zorgt natuurlijk wel voor dat de kosten er wel toch behoorlijk kunnen zijn. Ja, ik heb het daar even met de wedstrijdorganisatie over gehad. En ik vind het eigenlijk wel een goede redenering die erachter zit. Want als iedereen gewoon naar huis zou gaan, dan heb je een veel minder idee van zo'n week. Mm-hmm. En dat heeft wel de charme, denk ik, bij zo'n week. Dat je ook echt wat goed gevoel op kan zoeken. Er zijn 15 deelnemers van het Nederlandse team die meedoen. De coaches die blijven ook in het hotel. En dan ben je wel echt een week met z'n allen onderweg. En kan je je focus opzoeken. Ja, wat betreft de focus, want dat is ook wel zeker aanwezig. Je denkt soms naar gezelligheid in zo'n hotel, studenten bij elkaar. De studenten hebben natuurlijk vaak ook het imago van gezelligheid, maar dat is zeker niet het geval. Gisteravond was hier de openingsceremonie. Ja. En de Wit-Russen, waar dus door Moratski onderval die we nu in beeld zien, die waren allemaal niet bij de openingsceremonie, omdat de coach vond dat ze op tijd naar bed moesten. Die openingsceremonie was te laat. Ja, dit is natuurlijk ook. Dit zijn geen normale studenten, zoals je net zegt. Dit zijn eigenlijk allemaal gewoon topsporters die dag in dag uit bezig zijn met hun sport. En hoeveel uur gaat erin zitten per week? Ik denk dat ze elke dag sowieso aan het trainen zijn. Dus 7 keer, 2-3 uur. Mm-hmm. Dan kom je toch tussen de 14 en de 21 uur uit waar je ermee bezig bent per week. En dat is alleen het trainen aan zich, want het voorbereiden en het naar de wedstrijd toeleveren, dat komt er ook gewoon bij kijken. Dus ik denk dat het wel een 24/7 job is. Dat is eigenlijk bijna niet mogelijk om dat een studie naast te doen, terwijl ze dat wel allemaal doen. Dat doen ze wel allemaal. Ja, ja, bijvoorbeeld, even kijken. Van onze Victor Ramler doet. Hij moet dus vertellen wat met de tussentijden. Een kleine update. Ze zijn gestaakt van de 33ers en de 34ers overgegaan. Rijden wel de eerste en de tweede tijd nog. Maar ook de Wit-Rus Domoratski, die doet het nog steeds erg goed. En ik ben heel erg benieuwd hoe zich dit nu gaat vorderen. Ramler die ziet Domoratski nu wel in het vizier. Dus die op de rechterstukken zien ze elkaar rijden. Het lijkt erop alsof Domoratski opeens in elkaar aan het storten is. En die rijdt nu in één keer de 37er in. En de Pool die gaat hem nu voorbij.
waar Rambler en Janus nog steeds 34's aan het rijden zijn. En de eerste en de tweede tijd aan het noteren zijn. Dus die zijn onderweg naar, naar de winst. En ik ben heel erg benieuwd wie het gaat worden van de twee. Lijkt erop alsof het Rambler wordt. Hij heeft toch wel een substantiële voorsprong. Nou, je kent de baan natuurlijk. Je kent elk hoekje, elk plekje hier van de baan. En bezig dus aan de laatste rondes. En ook betekent ook de laatste ronde van de 5 kilometer hier voor de heren op de BK Studentenstraat op de Jaap Edebaan. In de regen. Het maakt het wel mooi om te zien zo voor ons vanaf het tv-scherm. Want voor de straat kan het behoorlijk pittig zijn. Het is natuurlijk moeilijk te zien, maar je ziet ongeveer nu 4 straten richting de finish. Nou ja, de pool die gaat nu als eerste finishen. Die is eigenlijk de Witte Rus voorbij gegaan die de hele tijd de snelste tijd heeft genoteerd. Dus die is spreekwoordelijk door het ijs heen gezakt. De Pol die gooit zijn armen los, die persen nog een eindsprint uit, maar daar komt Rambler al aan. En ik denk dat Rambler dus voor de eindoverwinning gaat. In een tijd van 7 minuten, ja, dat is de winnende tijd. Dat is de snelste tijd, we hebben weer een Nederlander op de hoogste trede van het podium. Ja, en Jeroen Janissen die... Die noteert, wat is het, tweede of derde tijd? De tweede tijd ook. Nee, de derde tijd. Achter de Amerikaan. Dus het is een Nederlands-Amerikaans podium. Ja, dus even voor de volledigheid. Op de derde plek Sipuwen met 7-3-26. Die heeft de bronzen plak. Wat krijg je eigenlijk hier? Bronzen plakken, zilveren plakken? Bronzen, zilveren en gouden plakken. Kijk. En die zilveren plak die gaat naar Jeroen Janissen. Ik had trouwens even opgezocht wat hij dan bijvoorbeeld studeert. Want je zegt dat neemt heel wat uren en tijd in beslag. Die studeert luchtvaart en ruimtevaarttechnologie. Ga er maar aan staan. Zeker. En de winnaar van vandaag is de man die hier op de hoek woont. Mooi voor hem natuurlijk. Victor Rambler. In een tijd van 7 minuten. En hier is de Jan Rambler. We En er zit de tweede afstand er alweer op, Heike. Ja. Feike, sorry. Feiko. Feiko. Gronings, hè? Nee, Fries. Oh, Fries. Maar je woont in Amsterdam. Dat is wel inderdaad. Je woont in Amsterdam. Terugkijkend zo op de 3 kilometer en de 5 kilometer. Ja, we hebben mooie afstanden gezien. En de Nederlanders die zijn goed vertegenwoordigd van voren. Ik denk dat Rambler ontzettend goede zaken heeft gedaan. Ik moet heel even bekennen dat ik Rambler niet zo heel goed ken. Ik weet wat Janissen kan en ik weet hoe hard Janissen kan rijden. Dus dat zegt wel wat dat Rambler hier gewoon de winst pakt. 7 seconden rond, bijna 6, 7 seconden. Ja, absoluut. Erg knap. 3 kilometer voor de dames nog even terugkijkend. Esmee Visser gewonnen. Ja, Nederlands podium, beter kan natuurlijk niet. Maar ik denk dat we een mooie strijd hebben gezien. En het lag ook best dicht bij elkaar. Zeker. Dus al 5 Nederlanders op het podium. 3 bij de dames en 2 bij de heren. Straks gaan we zeker verder, want er is nog voldoende te doen hier op de Jaap Edebaan. Wat hebben we straks? De 500 meter voor de dames. Dat is om 2:45. Begint daar ongeveer het stadsein van. Dus dat duurt nog wel heel even. En daarna hebben we de 500 meter voor de heren. Het is dan de eerste dag van het WK Studentenschaatsen, want morgenmiddag en morgenavond volgen er nog meer afstanden en donderdag en vrijdag zijn er ook nog het een en ander aan schaatsen activiteiten die er plaatsvinden. Zo hebben we nog de ploegenachtervolging voor de dames en heren op donderdag. En we hebben nog de gemengde teamsprint op vrijdag en de massastart. Dat is dan de afsluiting op de laatste dag van het WK Studentenschaatsen. Genoeg te blijven hier dus op de Jaap Edebaan. Wij stoppen even voor nu. Feiko. En dan... horen jullie ons zo meteen weer. Yes, tot zometeen. Tegen de klok van 2:45 met de 500 meter voor de dames. Zometeen hier op staan.
te hoog. VISU, World of University Sport.
First
Visu, World of University Sport. Gaan we lekker filmen. Attention, we can start with the warm-up now. Skaters are allowed to go on the ice for the warm-up.
the fire. Goedemiddag, je kijkt weer naar de livestream van NH Spot op Facebook en op de site van NH Spot. En je kijkt naar het WK schaatsen voor studenten in het centrum van Amsterdam, of een beetje Amsterdam-Oost eigenlijk, de Jaap Edebaan. Prachtige plaatjes hebben we al gezien, niet echt ideale omstandigheden om snelle tijden te schaatsen, maar het is zoals je al eerder zei, Feiko, heroïs. En we kijken nu naar de 500 meter en die is al vertrokken, dat is de eerste. Dat is Tuuli Vaher uit Estland en die was erbij de 3 kilometer voor de dames niet bij. Nu wel 500 meter, want het gaat dus allemaal heel snel. Feiko, ik introduceer je even kort. Je bent de co-commentator. Je hebt zelf aan het NK Allround meegedaan een paar jaar geleden. Klopt, ja. En vandaag ga je me alles en ons vertellen wat hier gebeurt. Ja, dat klopt helemaal. Ik heb tot 3 jaar geleden altijd in het gewest Zuid meegedaan. Dus bij de junioren en later ook bij de belofte. Mm-hmm. En op mijn 21ste besloten om toch maar voor de studie te gaan. Omdat ik erachter kwam dat ik niet de nieuwe kamer zou zijn. Wat een verstandige keuze. Wel hè? Tuuli Vaher is al gefinished in een tijd van 47-46. Dat is 4 seconden, dat is 3 seconden boven de PR. Dus ja. Nou ja, dat is een beetje een verwachting die we kunnen maken voor de andere tijden. Wij moeten dat allemaal zelf meeschrijven, dus dat doen we dan ook even. 47-46. In totaal hebben we 12 ritten. Vanwege oneven aantal moest Vaher moest alleen schaatsen. We gaan nu door alweer naar de volgende. Dat is een Amerikaans onderrondje. Turpening en Schobe. Zij hebben wel langzamere PR's dan Vaher van de rit hiervoor. Ja, en je ziet dus ook dat de Amerikanen hier met best wel wat rijders zijn. En dat is leuk om te zien. Ja, dat zei je al eerder, want dat is niet altijd het geval. Omdat de top is niet zo breed. De top is zeker niet zo breed binnen het schaatsen. En zeker niet in het buitenland. Nee, niet zoals we dat eigenlijk in Nederland kennen. Nederland heeft trouwens 15 deelnemers. Die gaan we straks ook nog in actie zien op deze 500 meter. Nu dus de beurt aan Turpening en Schobe. Ja, de opening. Bijna Amerikanen openen een seconde harder dan Vaher. Dus ik ben benieuwd wat voor rondje ze eruit kunnen persen. Mm-hmm. Omstandigheden zijn wel wat beter geworden. Het is niet meer gaan regenen zoals we dat net zagen bij de 3 kilometer voor de dames en de 5 kilometer voor de heren. Dat is toch wel wat ideaal om snelle tijden te schaatsen. En dat is toch altijd ook wel weer leuk bij de 500 meter natuurlijk. Zeker weten. Dit is natuurlijk een hele spectaculaire afstand. Eindtijd. De winnaar is Turpening in 45-34. En Schoe die rijdt 45-83, dus dat is aanmerkelijk harder dan de rit ervoor, Vaher. Nou, dat is toch wel opvallend, omdat zij wel een langzamere PR hebben dan Vaher, maar ze zijn er ruim ondergedoken. Is het dan toch het grote voordeel dat ze tegen elkaar aan het schaatsen waren? Ja, of misschien kunnen ze beter uit de voeten op dit soort ijs, ik weet het niet precies. Het hangt er natuurlijk ook af van waar die tijden zijn gereden. Ja, dat hangt zeker van af of het op een hoge of een lage baan is gebeurd. Het gaat in hoog tempo. We gaan weer naar rit nummer 3. Dat is een Finse onderrondje tussen Oras en Kesnenen. En die hebben tot nu toe de snelste PR's. Zeker Oras van 43-10. Dat zal ze niet hier gaan halen gezien de omstandigheden. Trouwens een valse start. Kijk, en dat is de buitenbocht of de buitenbaan die fout start. Want het rode vlaggetje wordt uitgestoken. De buitenbaan die rijdt met het rode bandje. Ja. Even hier het voordeel. Dat is heel afhankelijk van de schaatser. Ik weet bijvoorbeeld dat Dijden Etap het niet fijn vindt om de laatste binnenbocht te hebben. Omdat je daar het meeste snelheid hebt. Dus die vindt het fijn om dan in de buitenbocht te schaatsen. Omdat je dan zo ver naar buiten gaat en dat je dan weinig precies voordeel meer hebt van de ja binnenbaan. Ja, de binnenbaan is natuurlijk korter. Dus als je op hoge snelheid schaats, kan het moeilijker zijn om die bocht te houden. En daarom zijn er sommige schaatsers die het fijner vinden om de laatste buitenbocht te rijden. Ik wil niet zeggen dat alle schaatsers dat hebben. Nee. Kansing dus voor beide dames, Oras en Kesnenen. En dit keer zijn ze wel goed vertrokken. Agressieve slagen van Oras. Die ook de snelste PR heeft staan. En hier toch wel ruim ervoor uitkomt. In 11.97. Snelste opening. Een halve seconde sneller dan de tegenstander.
is daarmee 2/10 harder dan de snelste opening, of ja, dan de tot dan toe snelste opening. Gaat nu naar de buitenbocht. Het ziet er goed uit. Zie je ook veel verschillende technieken tussen schaatsers uit verschillende landen? Ik bedoel, we praten hier over twee Finse dames. Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met de bouw van je lichaam en wat voor type schaatser je bent. Over het algemeen zijn de technieken toch wel voor het grootste gedeelte hetzelfde. En Olras is binnen in 47-31. Dat is een stukje langzamer. Ja, dat is tot 2 seconden langzamer. De Amerikanen hebben goede rondetijdens gereden. Gaan we naar rit 4. Wederom een Amerikaanse Anna Quinn. En Vera Gunther. Vera Gunther, dat is wel leuk, want Vera Gunther, dat is de vriendin van Thomas Kroll. Ja, de pauze vertelde je het even. Ja, ja, ja. Van alle showbiz-roddels ben ik op de hoogte hoor. Dat soort dingen. Je vraagt mij, kan ik je vertellen? Kijk. Ja, Thomas Kroll die ook heel erg graag had meegedaan in dit toernooi, maar helaas te oud is. Want je mag maximaal 25 jaar oud zijn en Thomas die zit daarboven. Ja, maar ja, je moet natuurlijk student zijn. Ja, maar ik had het er met iemand over op de ijsbaan vorige week en die noemde eigenlijk alleen de leeftijd als reden. Dus ik weet niet of Thomas nog steeds bezig is. Ik weet dat hij een luchtvaartstudie heeft gedaan of iets met vliegtuigen. Okay. Ik zag ook toevallig op de social media dat hij enorm gek is van de hond van Vera Gunther. Ja. Die had hij gepost tijdens Dierendag volgens mij. En Vera Gunther zelf die studeert rechten. Ze is inmiddels vertrokken, opening voor haar 11.78. Ja. Mm. Nou, dit zijn 11.2 van Quinn is een prima opening. Ja. Ik weet niet, misschien dat Gunther een heel sterk rondje erachteraan kan schaatsen. Je ziet dat de Amerikaanse mooi in één duikt, wel een beetje voorover zit. En, dat, Gunther, laag. Ja, 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 je ziet dat Gunther net wat hoger in de kniehoek zit. Nu komt ze aan. Eindtijd voor 42.74. Dat is 74. Ruim de snelste tijd. Dat is heel ruim de snelste tijd tot nu toe van Anna Quinn. De Amerikaanse dus. En Gunther in 44.5 is ook goed voor de tweede tijd. Maar die 42.7 met een slotrondje 31.5, dat is toch wel onmerkelijk. Dat is nog 3 seconden harder dan de Amerikaanse teamgenoten. Hier hebben we nog een Amerikaanse. De Amerikaanse Warren tegen de Oostenrijkse Victoria Schino. Die in vrije, allebei hebben ze een aardig PR staan. 40.79 en 39.76 voor de Amerikaanse. Ja, dat is behoorlijk. Dat is de eerste PR die onder de 40 duikt. Kijk, dit is een goede opening. 11-2. Dat is zeker een goede opening van Sarah Warren. Ze zijn ook beide agressief. En ze kan nu mooi gebruik maken van de Oostenrijkse. Kan je dat nog even uitleggen hoe je dat bedoelt? Dat ze daar goed gebruik van kan maken? Nou ja, zeker op deze buitenbaan heb je, terwijl je moet wisselen, flink wat tegenwind. En als je dan achter je tegenstander kan zitten, en lekker uit de wind kan zitten, kan je wat energie besparen wat je later kan gebruiken. En ze is nu binnengekomen in 42.4 en is daarmee de snelste. 3/10 sneller dan de teamgenootje. En ook Schindler een keurige tijd met 43.08. Snelste tijd tot nu toe voor de Amerikaanse Sarah Warren. En inderdaad, Victoria Schino ook zeker geen verkeerde tijd. Dan naar een Oost-Europese onder onsje, Kaczmarek tegen Kosjeleva. De Pool en een Russische. Wel iets langzamer tussentijden. Misschien even aardig wat we er ook bij kunnen pakken. De records van de Jaap Edebaan. Maar dat is natuurlijk leuk als die worden verbroken. Die zijn trouwens niet zo lang geleden gereden, de vorige maand in februari. In handen van Dione Voskamp 39-83 en Aaron Romein 36-9. Zometeen zien we trouwens de mannen in actie bij de 500 meter. Maar Diana Voskamp, gaan we daar aan komen? Dat denk ik niet, hè? Ik denk dat het wel lastig gaat worden. 39 is toch wel best wel hard. En als je ziet wat voor PR's deze vrouwen hebben staan en hoe ver ze daarvan afzitten, ja, dan zal het toch echt wel de invloed hebben van de omstandigheden. Maar straks zien we nog wel een aantal dames in actie die wel onder de 39 PR onder de 39 hebben. De Poolse gaat de rit winnen. Die studeert, die is docent lichamelijke opvoeding. En die wint de rit in 41.93. En dat is de snelste tijd. Die heeft een ontzettend hard rondje gereden. Kaczmarek.
de snelste tijd dus 41.92. Dat is zeker geen verkeerde tijd voor de Poolse Olga Kaczmarek. Zij dus op dit moment bovenaan bij de 500 meter voor de dames. En dan gaan we de eerste Nederlandse zien. En dat is Paulien Verha. 20 jaar oud, uit Enschede. Of woont in Enschede en die komt uit Castricum. Die rijdt bij het RTC Oost. Kijk, dat vinden wij natuurlijk leuk. Hè? Als NH zijn, dan willen we natuurlijk graag deelnemers uit de provincie. En zij komt uit Castricum, Paulien Verha. Woont dus nu wel in Enschede, omdat ze daar studeert. Maar, valse start. Het is wel moeilijk te zien vanaf hier wie dan de valse start maakt. De binnenbaan. Ik zie een witte vlag. Oh ja. Dus het is de Russin. Kuznets, Sova. Paulien die heeft een persoonlijk record staan van 40-38. En dat heeft ze in januari gereden. Dus ik hoop dat ze dat kan herhalen. Dat heeft ze op Heerenveen gereden. Is Tialf een snelle? Tialf is een... Vrij snel, hè? Ja, het is de snelste baan van Nederland. Maar als je het vergelijkt met de hooglandbanen zit er nog wel een verschil in. Ja. Nou, ze zijn gelukkig goed vertrokken. De Russin die begint voor Paulien in 10.49. Dat is de snelste opening tot nu toe. En Paulien heeft ook een keurige opening met 11.11. Maar toch wel een substantieel gat met de Russin. Die, wat zal het zijn, een halve baanlengte voorsprong heeft terwijl ze de bocht in komt. Dus, kan ze natuurlijk wel naartoe schaatsen in die binnenbocht. Ja, dat is zeker waar. Ze rijdt daar ook een prima bocht. En de Russin die gaat, zoals het er nu uitziet, de rit winnen. En is dat dan in de snelste tijd? Dat is het zeker. Dat is 39.38 en is dat dan een baangekort? Nou, ik wou net zeggen, je zei van, daar gaan we lang niet aan komen. Maar volgens mij komen we toch redelijk in de baanrecord, ja. Een halve seconde van het baanrecord af voor de Russin. Dat is wel bijzonder. We hadden het er net over dat dat toch al vrij lastig gaat worden. Zeker onder deze omstandigheden. En in de volgende rit door een Russische Duitse de ronde. Ja, heel knap. Ze zit ook maar een seconde boven de PR. Irena Kuznetsova. En Anastasia Korkina. 38. Uitstekende tijd. Nou, nu Anna Nivontova. Ik ben echt aan het struikelen over over de achternaam. Ja, ze hebben ons niet de makkelijkste naam gegeven. Nee, en Anastasia Korkina. Ja. Een Wit-Rus tegen een Russische. Ja. Ook deze Rus begint vrij agressief. Zit er mooi diep. En hun persoonlijke tijden. Ja, we kijken even naar de opening. Dat is zeker niet verkeerd. 10.74 en 10.76. Dat zit dicht bij elkaar. Maar hun beste PR is ook dit seizoen gereden. Dus dan kan je ook wel zeggen dat ze in prima vorm. Ja, en deze die hebben een van de snelste PR staan van het veld. Ja. Dus dit zijn potentiële kanshebbers. Het ziet er naar uit. Het is moeilijk te zeggen. Het gaat gelijk op. De Wit-Rus die wint de afstand in 40-67. Dat is toch nog wel bijna anderhalve seconde op achterstand van de Rus uit de vorige rit. Ja. Dus Irena Kuznetsova uit Rusland blijft nog bovenaan staan. Maar deze rit werd gewonnen door Anna Nivontova. Wel de tweede tijd. Wel de tweede. Het blijft nog steeds een uitstekende tijd, inderdaad. En dit vind ik altijd leuk om te zien. Elia Smeding is een Brit. En schaats is van origine niet per se een Britse sport. Maar je ziet dat ze daar echt wel aan het ontwikkelen zijn bij de jeugdteams. Mm-hmm. Het is leuk om te zien om een studenten uit Groot-Brittannië terug te zien. Helaas ook een valse start, buitenbaan, Wit-Rus. Maar hoe zie jij dan die inhaalslag die ze maken? Nou, ik weet niet of het per se een inhaalslag is, maar ik heb zelf nog nooit tegen een Britse geschaatst. En ik weet dat vanuit de historie dat ze ook, dat ze niet veel hebben geschaatst. Maar de laatste jaren dat ik zelf trainde, zag je dat er in Insel bijvoorbeeld, dat is een ijsbaan in Duitsland waar vaak voor trainingskamp naartoe gingen, dat daar ook een team uit Groot-Brittannië aan de trainer was. En het is leuk om te zien dat ze daar bij jonge leeftijden al mee bezig zijn. Dus hopelijk kan dat land in de toekomst ook mee gaan doen. Kijk, ze mag het zo meteen opnieuw gaan proberen. Elia Smeding net naar de valstart tegen voor Biova uit Wit-Rusland. Wel langzamere PR's dan de voorgaande dames. Maar dat wil soms helemaal niet zeggen op de 500 meter. Er kunnen rare dingen gebeuren. Dat hebben we natuurlijk net ook gezien met het baanrecord gereden door Kuznetsova. Zij zijn weg, de twee dames. Kijken we naar de opening, Nico. Wit-Rus die wint de opening in 11.25. Dat is toch wel een stukje langzamer dan wat we net hebben gezien. En Elias Smeding, dit wordt een lastige kruising zo te zien.
Ja, ja, de Britse die moet inhouden, want de buitenbaan die heeft voorsprong. Ja. Of voorrang. Ja, de Wit-Rus die gaat deze rit winnen. Ja, duidelijke sterke fora. Ja, het is dus super belangrijk op zo'n 500 meter dat je de opening en de eerste bocht ook goed mee kan lopen. Anders dan kom je in de knoei met je tegenstander op de kruising. Eindtijd voor Fora Biova 41.93 en daarmee een stukje sneller dan Elias Meeding. Maar niet voldoende voor zeker niet de eerste plek. Nee, je ziet dus dat er best wel grote verschillen zijn op die 500 meter vandaag. Ja. Ik bedoel, de eerste rit zagen we nog 47 en 48 als eindtijd. Ja. Als je dan kijkt naar de tijd dus van degene die bovenaan staat, Irina Kuznetsova met 39-38. Dat is toch een behoorlijk verschil. Ja, dat is gewoon 8-9 seconden sneller. Twee Poolse dames, Ziomek en Wojciech. Ja, een 22-jarige Ziomek neemt het op tegen Wojciech, 23 jaar. Wojciech die studeert toerisme en sportmanagement. En Ziomek is een pure sprinter met als favoriete 500 meter. Dus ik ben benieuwd wat ze vandaag gaat doen. Die heeft trouwens ook een van de snelste PR's staan van vandaag, een 37er. Nou, de openingen zijn vrij gelijk, 10-6 en 10-67. De tweede en derde opening, dus daar kunnen ze prima mee uit de voeten. Benieuwd hoe de kruising nu gaat. Of, heel dicht bij elkaar. Kijk, de tweede en de derde tijd. Ja. Mooie, mooie rondjes gereden. Eens even kijken. Dus Ziomek met 40-22. Die noteert dan de tweede tijd. En de derde plek is voor Wojciech met 40-35. Kijk, en nu krijgen we weer een Nederlands kanon. Sanneke de Neeling, dat is wel een van de favorieten wellicht voor... Ja, die heeft de snelste, het snelste PR staan uit het deelnemersveld. Ja. En nou ja, die heeft natuurlijk al best een aardige palmares bij elkaar geschaatst. In 2016 al Nederlands kampioen sprint. Ja, bij de junioren. Nee, of bij de volwassenen. Oh ja, bij de volwassenen. Was ze als jongste debutant. Klopt, ja. Ja. Ze was debutant en ze was ook nog eens de jongste kampioene. Ja. Nou, daarna heeft ze geschaatst bij Jumbo-Visma en daar is volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor is daar vertrokken. En dat heeft ze ingewisseld voor het gewest Friesland. Ja, dat zag ik wel een paar keer vaker eigenlijk. Dat schaatsen door bij een grote ploeg terechtkomen en dan weer een stapje terug doen. Omdat ze soms moeite hebben met de druk. Zeker weten. Ja, nou ja, in zo'n ploeg komt er natuurlijk een hoop bij kijken. We kunnen wellicht straks nog even later over hebben. Laten we eerst even kijken naar de opening van beide dames. Sanneke de Neeling tegen Inagawa uit Japan. Kijken hoe zij op de eerste 100 meter uit de voeten komen. Inagawa die ook op een aantal wereldbekers heeft meegedaan dit seizoen. Geen misselijke schaatsen. Een goede tegenstander om tegen te rijden. Dat lijkt me ook wel prettig in de 500 meter dat je iemand hebt waar je flink tegenaan kan. Ja, nou je ziet nu dat Sanneke er alleen wat op de 100 meter aan had. Want nu zit Inagawa daarachter. En die probeert er nu naartoe te rijden op de kruising. Laatste bocht voor Sanneke de Neeling. Ja, Inagawa die er nu ongeveer naast komt. Oeh, die komt er zelfs voor. Ja, die komt ervoor inderdaad. En daar gaat de ritwinst ook naartoe. Zeker, ja. 41-84 en 41-12, dat zijn de vijfde en de achtste tijd. Dat is niet denk ik een hele fijne tijd voor Sanneke de Neeling, die een veel hogere PR heeft. Die ze ook dit seizoen heeft geschaatst. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik sta nog steeds te kijken van de Rusin. Kuznetsova, die gewoon een halve seconde van het baanrecord afsnoept met deze omstandigheden. Ja. Ik denk dat daar nog wel veel meer in had gezeten. Nou, dan gaan we naar de laatste rit, hè. Isabelle van Elst tegen Femke Beuningen. Ja, Isabelle van Elst komt ook uit onze provincie. Ja, uit Bennebroek. Uit Bennebroek, gemeente Bloemendaal. En zij is vertrokken, neemt het op tegen Femke Beuling. Kijken hoe de opening van deze twee dames is. Ze ook wel een aardige PR hebben in de 38. Ja, nou, een halve seconde achter de snelste opening. Isabelle van Elst die hem goed hard aantrapt. Maar Femke die rijdt er mooi naartoe op de kruising. Wat een titanenstrijd. Komen samen de bocht uit. En nu is het een kwestie van wie wil het liefst.
Ja. Beuling lijkt de rit te gaan winnen in 40-55 en 40-74 voor Isabel. Dat zijn de vierde en de zesde tijd. Ja. Dus de Rezin die heeft gewonnen, Kuznetsova, in een baanrecord. Femke Beuling in ieder geval wel de beste Nederlandse. Maar net buiten het podium, waar we toch al heel wat Nederlanders op het podium hebben zien staan. Klopt, ja. Voor het eerst eigenlijk een podium waar geen Nederlander in staat. Waarom? Bij de heren op de 5 kilometer waren het er 3. Ja, volgens mij zijn de 2 Polen uit de 10e rit tweede en derde geworden. Met 40-22 en 40-35. Ja, daar praten we over Ziomek en Wojcik. Dus even voor de volledigheid wat wij zo hebben genoteerd en bijgehouden. Kuznetsova, de Russische, met een baanrecord 39-38. En dan is het Ziomek, Kaja Ziomek, zij heeft 40-22, komt uit Polen. En op de derde plek is ook een Poolse, Wojciech, Angelika Wojciech, met 40-35. Geen Nederlanders, ja, ik zei het al bij de heren, op de 5 kilometer 3 Nederlanders. Bij de dames waren het er 2. Je kan ze niet allemaal winnen. Je kan ze helaas niet allemaal winnen, zo werkt het inderdaad, Feiko. Zo zit de 500 meter erop. In hoog tempo gaat het trouwens. Het gaat vrij vlot. We gaan zo meteen al beginnen met de laatste afstand. De laatste afstand, dat is dan de 500 meter voor de heren. Als we kijken naar het schema, dan begint die om 3:30. Nou, hoe laat zitten we nu? We zitten nu op even na 3, dus dat duurt nog een minuut of 20. Neem aan dat de baan weer wordt gedweld. Ja, dat hangt er even vanaf. Je zag net tussen de 5 en de 3 kilometer dat ze daar expres mee wachten. Door dat vele regen heeft het niet zo heel veel zin om te dweilen. Want wat zo'n dweilmachine eigenlijk doet is het bovenste laagje ijs ontdooien. En dan vriest het opnieuw aan en dan daardoor wordt het sneller. Maar ja, als het zo flink regent, dan is het bovenste laagje ijs is al ontdooid. Dan ligt er namelijk een plasje water op. Ja, maar blijkbaar zijn de omstandigheden toch nog goed genoeg om hier een baanrecord te schaatsen. En dat is dus gelukt net bij de 500 meter van de dames. We komen zo meteen weer terug. Dus voor de laatste afstand van deze dinsdag. De eerste dag van het WK schaatsen voor studenten. En dat is dan de 500 meter voor de heren tegen de klok van 3:30. Tot zometeen. Tot zometeen. Ladies and gentlemen, we will continue the competition at 15:26. Om 15:26 gaan we weer verder met de wedstrijd.
Oh, laat maar, ik dacht het niet. Gentlemen, we continue the competition with the 500 meters for men. And in the first race, we will see on the ice from Sweden, Wilhelm Ekenskär.
We started with one skater. He attacked Wilhelm Ekenskeer. And his personal best is 38.62. Ja, je kijkt weer naar het WK voor studenten hier in Amsterdam-Oosten, Jaap Edebaan. Inmiddels zijn we al begonnen aan de 500 meter voor de mannen. Dat ging heel snel. Dat is Wilhelm Ekenskerg, de 21-jarige student uit Zweden. Hij heeft wel de langzaamste PR van alle ritten en alle deelnemers aan de 500 meter. Feiko, jij staat naast mij. Yes. Met de co-commentator vandaag heb je al veelvuldig gehoord. Zeker weten. We kijken alweer ongeveer naar de finish van onze Zweed. Die is al binnen in een tijd van... 40-64. 40-64. Daar zal hij waarschijnlijk niet mee gaan winnen. Maar als we kijken naar zijn PR, heeft hij het nog aardig gedaan. Ja, gezien de omstandigheden van de Jaap Edebaan is dat niets. Nou ja, 2 seconden erboven is best flink, maar inderdaad gezien de omstandigheden... En hij moest alleen. Weinig van te zeggen. Je ziet ook dat het ijs nu in de bocht best wel aan het aanslaan is. Dat betekent dat er waarschijnlijk een vrij stevig windje staat. Dan droogt de bovenste laag van het ijs droog wat sneller op. En dat is jammer voor de tijden, want dat is minder snel dan als het mooi glad is. Ja, want we hopen wel op een baanrecord. Dat zal nu waarschijnlijk ook nog niet gaan gebeuren, want we gaan wel naar de Nederlanders. Maar dat zijn niet de sterkste, verwachten wij zo van de deelnemersveld. We hebben Watse Vermaning en Thijs Vermaak. Bekende voor jou? Nee, ik ken ze niet. Nee. Valse start trouwens. We kunnen wel zeggen over Vermaning. Die wil volgens mij graag de stap maken. Dat wil hij aankomend seizoen doen naar het landelijke niveau. Hij wil zijn doel is om deel te nemen aan het NK Allround. Nou, dat heb jij al op je cv staan. Ja, precies. En ja. Als je het hebt over het studententoernooien waar hij aan mee heeft gedaan. Hij is Nederlands kampioen sprint bij de studenten. Kijk, nou ja, dat zegt dus eigenlijk wel wat voor deze 500 meter. Zeker maar de weten. Grote favorieten die komen toch uit andere landen. Die gaan we straks zien. Onder andere Matsui uit Japan. Dat is gewoon een beetje de grote favoriet voor vandaag. Terwijl beide Nederlandse heren Vermaning en Vermaak zich klaarmaken voor de tweede stad. Rit 5, Mr. Febo die zijn rentree maakt na zijn 5 kilometer. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even kijken naar de stad van deze twee, van Vermaning en Vermaak. De eerste 100 meter. In 10-3 en 10-4, dat zijn prima openingen, maar ik verwacht dat het straks nog een stukje harder zal gaan. Je ziet dat Vermaning... eigenlijk dat Thijs Vermaak nu mooi naar hem toe kan rijden. In de binnenbocht. En kijken hoe hij de bocht doorkomt. Laatste 100 meter voor beide heren. Dit wordt een close finish. Dat wordt zeker een close finish. Vermaning die blijft er net voor in 38-17. En dat is een seconde boven zijn PR. Staat in ieder geval voorlopig even bovenaan. Watse Vermaning. De man uit het Overijsselse Friese Veen. En hij studeert verpleegkunde op het station in Enschede. En dat zeg ik er ook allemaal even bij, want het is toch een studenten-WK. Een beetje achtergrondinformatie over de deelnemers. Krijgen we gelijk de volgende Nederlander, Jan-Hein Verhoef uit Enschede. Hij is 21 jaar, studeert natuurkunde aan de Universiteit van Twente. Ja, en neemt het op tegen de 19-jarige student uit Estland. Dat is Jonas Valge. En die maken zich ook klaar voor de stad. En dit is een prima vertrek van de twee schaatsers. Eerst 100 meter. Kijken hoe hun opening is. Zo te zien, ik denk dat Verhoef het voornamelijk van een rondje moet hebben. Hij krijgt nu mooi in elkaar. En nu gaat hij raken klappen geven. Waarbij Valgen wat losser rijdt met het bovenlichaam. Wat meer beweging zit daarin. Daar zit wat meer beweging in. Dat is natuurlijk niet optimaal. Dat wou ik net zeggen, ja. En Verhoef die komt inderdaad onderdoor. En ook dit wordt een close finish. Maar volgens mij wint Verhoef hem in 38-17. En 38-16 voor Verhoef. Dus hij wint inderdaad met een 100ste de rit. Ja, en als je kijkt naar de vorige tijd van Vermaning. Die was ook 38-17. Dus is hij met de 100ste ondergedoken. Jan-Hein Verhoef. De Nederlanders zijn aan elkaar gewaagd. Ja. Nou, dan gaan we direct door naar de volgende Nederlander. Hille Drent tegen de Pool Jan Zwatek. Zwiatek. Nou, dat is alweer de laatste Nederlander van deze 500 meter. Hille Drent. Hille Drent is 21 en komt uit Woerden. Kijk, uit Utrechtse Woerden. Elektrotechniek aan de Hogeschool van Utrecht. En is hij ook goed op zijn opening. Zijn goed vertrokken, ziet er agressief uit. De Pool die kruipt mooi in elkaar.
De PR van Drenthe is trouwens net iets sneller dan die van Swiatek. Hoe is de opening? Die van Swiatek is 2/10 sneller. Hij opent 10:35 ten opzichte van 10:55. Nou, dan krijg je geen problemen, maar de Polly kan er nu wel mooi naartoe rijden. Dat is een lange man volgens mij, die Swiatek. Ja, die ziet inderdaad lang uit. Ja, want hij is Drenthe helaas al voorbij, dus de Nederlander zal de rit niet gaan winnen. En de Pol die komt door in een tijd van 38:56 en is daarmee vijfde. Ja, inderdaad. Zo blijft Jan Heijn Verhoef de Nederlander dan steeds bovenaan staan met 38:16. Het is echt een reus, zeker als je hem zo naast de hele Drenthe ziet, die Swiatek. Ja, knap ook hoe die in elkaar kruipt. Ja, want dat is niet echt ideaal als je heel lang bent en dus ook vrij breed. Nou, dat maakt het wel moeilijker inderdaad. Ja. Je ziet bijvoorbeeld bij Thomas Krol dat ook wel... dat is ook een ontzettend lange man. Ja. En dat is des te knapper hoe hij dan zijn techniek onder de controle houdt. We gaan naar Mr. Febo. Hij staat klaar bij Lien Tij. Mr. Febo, we gaan straks even uitleggen. Het is een te lange uitleg voor deze 500 meter. Kunnen we nu trouwens wel doen, gezien de valse start. Hij is hier al 2 weken, omdat de temperatuur in het Chinese Taipei vrij hoog ligt. Rond de 33 graden. Kan hij daar niet zich voorbereiden op dit WK. Is hij al 2 weken hier in Amsterdam. Maar hij heeft ondertussen ook naast het schaatsen de Febo gevonden. En hij geniet van de kroketten en de frikandellen uit de muur. En hij noemt zichzelf wel Mr. Febo. En zo wordt hij hier ook begroet op de Jaap Edema. Grappig verhaal dus van die Weilien Tij. En deed al mee met de 5 kilometer. Dat was hem niet echt een heel groot succes. Nee, het liep wel top aan het einde. En daardoor bleef een snelle tijd helaas uit. Maar hij heeft wel een scherpe PR op de 500 meter. Ja, hij heeft eigenlijk op alle afstanden wel een scherpe PR staan. Zijn PR is 35:67. Nu zijn ze goed vertrokken. Die andere is trouwens Eskola uit Finland. Ja, en deze man die heeft een ontzettend mooie techniek. Prinsie Knie. Hier mooi onder zijn lichaam. Dat is daardoor heel efficiënt. We hebben het over Tij. Tij inderdaad. Ja. Eskola die heeft de snelste opening in 10:12. En Tij is daar close, dichtbij gevolgd met 10:18. Beide heren hebben de snelste opening gereden. Maar Tij die kan hier mooi naartoe op de kruising. Dus we gaan zien hoe het tweede deel van zijn race eruit ziet. Ja, die kruipt behoorlijk naar Eskola toe. Ja, nou ze zitten redelijk naast elkaar. Maar Tij die wint. Tij gaat er binnen. Mr. Febo die eindigt in een tijd van 38:22 en is daarmee net vierde. Het zit binnen 400ste de eerste en de vierde tijd. Dus het gaat heel dicht bij elkaar. Ontzettend gelijk op. En de Nederlander, Jan Heijn Verhoef, die staat nog steeds eerste. Ja, met 38:16. Maar het is wel grappig dat het nu heel dicht bij elkaar ligt. Want dat was net bij de vrouw helemaal niet het geval. Nee, dat klopt. Ja. Er waren echt grote verschillen. Ja. En er was nog een baanrecord. Kijken of we dat zo meteen ook nog hier gaan meemaken. Dan krijgen we een Canadees, Antoine Roger, met een tijd van 35:72. Kan hij ook mee gaan doen onder prijzen. En hij rijdt tegen Sergei Loginov. En die heeft een seizoen of een PR staan van 36:17. Ja. Ook hier weer een valse start. Ik moet zeggen, bij de mannen wordt er veel vals gestart. Is daar een verklaring voor? Ja, ik weet het niet. Misschien dat ze door de wind een beetje van hun apropos worden gebracht, maar... Ja, want elke minimale beweging kan al een reden zijn voor een valse start. Zeker natuurlijk. Weten. Ja, je moet ongeveer 2 seconden stilstaan bij de start. We kijken naar de tweede keer. De enige Canadees die ik vandaag heb gezien. Dus ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Roger, ja, in totaal doen ongeveer 20 landen mee aan het WK. Studenten schaatsen en Canada behoort daar ook van. En is inderdaad niet zo heel ruim vertegenwoordigd zoals dat bij Nederland wel is geval is met 15 deelnemers. Eens even kijken. De opening is Sergei Loginov met laag in de 10. We gaan alweer naar de laatste bocht. Ja, dat is de snelste opening van het veld tot nu toe. Dus dat belooft wat. Hij is de Canadees ook al voorbij. Als hij het rechte stuk op komt, blijft mooi in elkaar zitten. Een typische Russische stijl. Niet al te snel, maar vooral erg krachtig. En hij heeft ook de snelste tijd in 37:34. Dat is een hap van wat daarvoor de snelste tijd was. Ja. En ook de Canadees die rijdt de tweede tijd in 37:69. Loginov dus de nieuwe koploper hier bij de 500 meter voor de mannen. Ik vind het wel even grappig, want jij zei dat je kan zien een typische Russische stijl. Ja, de eigenlijk alle Russen die rijden vergelijkbaar. Waarin ze niet heel hoog beenfrequentie rijden. Maar wel technisch heel mooi zitten, heel diep zitten en op die manier veel kracht op het ijs kwijt kunnen. En gaan we dat zo meteen ook zien bij de Wit-Rus. Rudenko die staat klaar tegen de Duitser Michael Roth.
Ja, maar die Denko, 21 jaar en hij draait ook mee in het wereldbekercircuit. Ook hier weer een valse start. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ze zijn gretig, de mannen. Ze willen studenten. Graag, inderdaad. Ja. En het argument is altijd dat het niet goed is om een valse start te maken, omdat je dan de lichtcirculatie in zo'n ijshal stopzet. Maar dat is op een buitenbaan natuurlijk niet aan de orde. De luchtcirculatie zet je dan stop? Ja, wat je merkt is dat als mensen aan het schaatsen zijn, dat er een soort luchtcirculatie op gang komt, waarbij er dus een soort windje gaat waaien als het ware. En daar heb je voordeel van, omdat je natuurlijk allemaal dezelfde kant op schaadt. Beetje een soort van draaiende wind. Precies, en op het moment dat je dus vals start, dan leg je die circulatie dus stil. En dat kan nadelige gevolgen hebben voor je tijd. Dat is hier op de buitenbaan niet het geval. Dat is niet het geval, inderdaad. De opening. Nou, de openingen zijn best oké. Vijfde en zevende opening. Je merkt dat de meeste toch wel laag in de 10 openen. Met net een uitschieter van 10-0-1. Maar hiermee kan je wel uit de voeten. Hier kan je mee uit de voeten. En zeker Michael Rood, die de snelste opening dan heeft. Kijken of hij dat kan volhouden tot het einde. De Duitser zit ernaast. Die gaat de rit ook winnen. Ja. Hij rijdt ook vrij krachtig. En heeft een eindtijd van 37-14. Wat ook de snelste tijd is. Dat is de snelste tijd. Onze Oosterbuur Michael Rood staat bovenaan. Met een tijd van 37-14. Is daar ook tevreden mee? Geeft een handje aan de coach. Dan heeft hij ook alle reden toe. Prima tijd voor hem. Zeker weten. Maar het grote gevaar voor hem, zijn grote concurrent, die staat nu op de baan. Wataru Matsui. Ja, de twee Japanners lijken het. Nee, helemaal niet. Zit er nu al wel? Nee, dus dit is de andere Japanner. Dat is de andere Japanner, inderdaad. Twee Japanners mee, maar ze hebben allebei scherpe tijden staan. Ja. Wataru heeft een PR staan van 35-18, wat een van de snelste tijden is van de baan vandaag. Mm-hmm. En hij rijdt tegen Golovatjuk. Ignat Golovatjuk. Dus ze zijn ook vertrokken. Bij hoog ritme. En dat brengt ze tot 9,74 en 9,84. Kijk, dit zijn serieuze openingen. Dit zijn zeker serieuze openingen. Veruit de snelste openingen tot nu toe van beide heren. Ja, dit ziet er goed uit. Ze zitten allebei ontzettend diep. Het is nu de vraag of de Japaner naar de Wit-Rus toe kan rijden. Er zit toch best een gat tussen. Het lijkt erop alsof dat hem niet helemaal aan het lukken is. Dat de Wit-Rus toch net te snel gaat. Die komt ook voor de Japaner de bocht uit. Ja. En we zitten nu ongeveer zo naast elkaar. Maar de Wit-Rus die wint in 35-84. En dat is een baanrecord. Dat is een zwaar, groot baanrecord zelfs. Nou, we hoopten er al een beetje op, want het baanrecord is niet zo lang geleden geschaatst hier. Dat was in februari een maandje geleden door Aaron Romein. Dat was een Nederlander. Is een Nederlander. 36,90. Nou, dat is behoorlijk ondergedoken. Dus 35,84. Het is een ontzettend hard. Hij rijdt daar ook een ontzettend goed rondje. En in deze rit moet het dan gaan gebeuren voor de Japanners. Yamato Matsui is de grote favoriet voor deze afstand. Ja, dat is inderdaad de grote favoriet, ja. Die is, als ik het goed heb... zesde geworden op het WK Sprint dit jaar in Hamar. En hij is de grote favoriet voor de 500 en de 1000. Ja, dat is een grote meneer, die Matsui. Ze zijn in één keer weg. Klein missertje. Maar hij zit nu mooi in zijn slag. En zo te zien heeft hij ook al wat aan zijn... Nou, niet helemaal. 9,63, dat is een serieuze opening. Dat is de snelste opening tot nu toe. En dat is een opening die ze in Heerenveen ook gewoon rijden, hoor. Dat doe je echt... en dan binnen. En dan binnen, daar doe je echt goed mee. Dat is toch wel knap, hoor, gezien de omstandigheden. Ja, zeker weten. Valt die bocht ook mooi aan. Hangt er mooi in. Blijft de Rus ook ver voor. Laatste paar meters. Ja, dat ziet er goed uit. 35,73 is daarmee een tiende sneller. En dat is de snelste tijd. Wederom het baanrecord. Dus hij heeft zijn favoriete rol in die zin ook wel waargemaakt. Ja, en Zolotarev die valt net buiten het podium. Maar Matsui, de nieuwe koploper en een nieuw baanrecord hier op de Jaap Edebaan, 35,73. Hij was inderdaad, wat je zegt, je moet dan toch waarmaken als je de grote favoriet bent. Maar dat doet hij, de Japanner. Ja, Japan nu op 1-3. Met een met iemand uit de Wit-Rusland daartussen. Ja. We gaan door naar de laatste rit alweer van de 500 meter van de mannen. Dat is de Rus Lobas, Victor Lobas tegen Hendrik Doembek. En ja, hij komt uit Duitsland. En die Doembek die heeft ook een ontzettend snel PR staan van 35-01. Helaas wel weer vals. En dit zou dus een moment zijn dat het... dat de laatste rit, daar wil je echt niet vals starten als je op een binnenbaan rijdt. Dus voor nu maakt het niet zoveel uit. Maar dat heeft te maken met die luchtcirculatie waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Omdat je normaal gesproken zijn er ook nog schaatsers aan het inrijden. Maar omdat het nu de laatste rit is, heb je dat niet. En dan stopt de circulatie en heb je daar minder voordeel van.
Dus eigenlijk bij een 500 meter, bij een binnenbaan, moet je zorgen dat je niet als laatste... Ja, je moet in ieder geval zorgen dat je niet valstart. Ja, dat ook. Zeker als laatste. Dat is iets waar de commentatoren van de NOS vaak aan terugrefereren. Dus ik denk, ik maak hem ook even. Kijk, heb je goed opgelet en neem je dat mooi mee voor, precies. Voor deze livestream van NH Sport. Dus op de Facebook en de site van NH Sport. De laatste twee heren zijn vertrokken. Doenbeck en Lobas. Even kijken naar een opening. Je zei het al, Doenbeck heeft vooral een scherpe PR. Heeft hij ook een scherpe opening? Best scherp, maar toch al 3/10 langzamer dan Matsui. En dan moet hij nu op gang komen. Kan hij wel mooi naar de rust toe schaatsen. Dat lukt hem aardig. Niet helemaal. En dan hangt hij nu vanaf hoe hij zijn bocht doorkomt. Maar het verschil is nog redelijk inderdaad. Ja, de rust die komt voor de Duitser de bocht uit. Zitten nu ongeveer gelijk, maar de rust die wint de rit in 37-20 en 37-71 voor de Duitser. Ja, in ieder geval bij... Buiten de prijzen. Buiten de prijzen inderdaad. Twee Japanners op het podium. Matsui op 1 en Wataru Morishini op 3. Ja, je wordt hier uitgedaagd qua naam, dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Maar inderdaad, dat is... Het podium van deze 500 meter voor de mannen. Daar zit het er alweer op voor deze dinsdag. Nou, het is toch wel bijzonder. We hebben veel Nederlanders gezien bij de 3000 en voor de dames en 5000 voor de heren. En het leuke van de 500 voor de dames en heren is dat er beide keren een baanrecord is verbroken. Terwijl jij dat in eerste instantie niet had verwacht. Niet helemaal, nee. Nee, omdat de omstandigheden dus niet heel erg goed zijn. Maar ik denk dat je dat dus voornamelijk op de langere afstanden vooral gaat merken. Dat is ook wel gebleken. En ik denk dat het ook wel typerend is dat de Nederlanders het goed hebben gedaan op de lange afstanden. Daar zijn we toch van oudsher wel beter in dan op de sprint. Ja, want vaak, zeker natuurlijk Aziatische schaatsers, doen het goed op de kortere afstanden. Heeft het ook te maken dat ze vaak wat kleiner zijn? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de focus voor hun daar vooral op ligt. Ze trainen, het staat gewoon hoger aangeschreven. En van oudsher zijn er wat meer internationale sprintlanden en doen de Nederlanders en de Noren het goed op de lange afstanden. Kijk. Ik wil je bedanken, Feiko. Ja, hartstikke bedankt. Wellicht zien we jou later deze week nog een keer terug. Want het duurt nog even dit WK schaatsen voor studenten. Dit is de eerste dag die heeft plaatsgevonden. Pakken we even het programma erbij. Morgen hebben we onder andere de 1500 meter voor de dames. De 1500 meter voor de heren. En dan hebben we ook nog een avondprogramma met de 5000 voor de dames. Dus de lange afstanden. En bij de heren de 10.000 hebben we ook nog donderdag en vrijdag. En wellicht zien we jou dus vrijdag terug, Feiko. Wat ik ook nog even bij wil zeggen namens NH Sport spreekt natuurlijk de nodige deelnemers. Onder andere hebben Esme Visser al gesproken en Isabelle van Elst. En dat kan je allemaal terugvinden op de sociale kanalen en de site van NH Sport. Daar zijn mijn collega's druk mee bezig om dat allemaal te verwerken. In het inmiddels niet meer regenachtig Amsterdam-Oosten, Jaap Edebaan. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze livestream. En morgen zijn we er dus weer bij. Tegen de klok van, wederom, 10:01. Net zoals vandaag. Dus 10:01 starten we met de dames 1500 meter. Leuk dat je hebt gekeken en tot de volgende keer. Dag.